Welkom bij TV Bodegraven. Blijf kijken en beleef het mee, want wij hebben voor u een petto, het grote verkiezingsdebat. 7 partijen gaan met elkaar de strijd aan voor een nieuw bestuur van gemeente Bodegraven-Reewijk. Wekenlange voorbereidingen gingen eraan vooraf. De lijsttrekkers staan straks tegenover elkaar. Het wordt flink debatteren en stellingen verdedigen. Een uniek programma van TV Bodegraven, geleid door uw gastheer Henry Stolwijk. Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij het grote lijsttrekkersdebat in het Evertshuis in Bodegraven. Alle 7 lijsttrekkers zijn aanwezig. Wij willen hun visie horen op de ontwikkelingen in Bodegraven en Reewijk. Er zal de komende jaren heel veel over geld gesproken moeten worden, want de gemeentekas raakt leeg. Er moet worden bezuinigd. Deze politieke gladiatoren zijn medeverantwoordelijk voor de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Zij bepalen waar wel of niet gebouwd gaat worden. En, nog veel belangrijker, wat er gebouwd gaat worden. Starterswoningen, huisvesting voor bejaarden of dure huizen, zij scheppen de voorwaarden. Waar mogen bedrijven zich vestigen? Wordt de rondweg wel of niet aangelegd? Worden bibliotheken of zwembaden gesloten? Blijven alle dorpshuizen open? Zullen sportvelden verdwijnen? Deze mensen maken het uit. Luistert u dus vooral goed naar wat ze te melden hebben. Het is een historisch moment, want het is de eerste echte televisieuitzending van TV Bodegraven. En die wordt ook uitgezonden in Reewijk. Het gaat immers ook over de mensen daar. Na 1 januari zal ook TV Bodegraven mogelijk van naam veranderen. Zoals er zoveel zal veranderen de komende tijd. Vanaf 1 januari wonen we in Bodegraven-Reewijk. En dat zal best wel wennen. Op den duur althans. Wat staat ons te wachten? We gaan het horen van deze politici. En ik denk dat het goed is dat ik ze even aan u voorstel. We gaan van links naar rechts. Robert Smits van GroenLinks. Ja. U bent de enige debutant in deze politieke arena. Spannende avond. Ja, weet je wel. Ja, kriebels? Ja, maar komt wel goed. Ja, gaat lukken? Ja. Mooi, veel succes. Dankjewel. We gaan naar Oscar de Kleine. U bent een gelouterd politicus in Bodegraven. Ja. Hoe was het om ook campagne te voeren in dat mooie Reewijk? Ja, hartstikke leuk. Hè? Als je zo lang als wij gewerkt hebben aan de fusie. En je mag dan ook op pad naar Reewijk. Dat is feest. Morgen ben ik er weer. Ja, herkent men u al? Ik denk het wel. Ik denk het wel, dat is mooi. Zelfvertrouwen is veel waard. Hans Vrome van het CDA. Uw partij zit zowel in Reewijk als in Bodegraven in het college. Klopt. Bent u opnieuw in de markt om wethouder te worden? Ja, ik ben beschikbaar om wethouder te worden voor die mooie nieuwe gemeente in het Groene Hart. Ja. En u heeft er vertrouwen in dat het ook gaat lukken? Wij werken er hard aan en ik heb er vertrouwen in. Ik hoop dat het u lukt. Dank u. Voor u. Voor de gemeente. Jaap Arends. 2 partijen. Beter Bodegraven, Reewijks Belang. Dat is juist. Ja, staat er. Ja. De combinatie heeft zelfs 2 kandidaten voor de post van wethouder. Ook dat is juist. Zucht naar macht of vertrouwen in de goede afloop? Vertrouwen in de goede afloop, maar we willen ook in ieder geval iedere kiezer een keuze voorleggen. We hebben 2 goede kandidaten, dus in dat opzicht, daar is een keuze voor de kiezer. Ja, ik denk dat het gewoon gaat lukken ook met 2 mensen? Wij wel, vol vertrouwen. Nou, ik hoop dat de kiezers u steunen. Mevrouw Visser, u bent de enige vrouw en de enige lijsttrekker uit Reewijk. U heeft het verste gereisd. De rest is waarschijnlijk op de fiets gekomen, u niet, denk ik. Hoe voelt dat? Nou, heel bijzonder. Ja. Maar ja, ik heb al eerder gezegd, het geeft natuurlijk niet echt de juiste politieke verhoudingen weer. Want we hebben 5 fractievoorzitters in Reewijk en 7 in Bodegraven. En dan komt het natuurlijk toch een beetje vreemd over als er maar 1 uit Reewijk hier de lijsttrekker is. Ja, maar het is zo. Nee hoor, dat niet. Ik ken ze al langer inmiddels, dus geen enkel probleem. Mee. Ja hoor. Okay. Veel succes ook. Dank u wel. Arie de Groot, ja. ChristenUnie. Helemaal. Ja, ik heb gelezen dat u ook bereid bent om uw baan op te geven om zelfs wethouder te worden. Vindt u politiek zo leuk? Het is een goede nevenactiviteit op dit moment. En het kan een fulltime activiteit worden. Zeker aan de leeftijd waar ik nu ben eigenlijk. Maar de vraag was, vindt u politiek zo leuk? Ja, politiek vind ik heel leuk, ja. Oké, nou ook u. Veel succes. En last but not least, zeggen wij een mooi Bodegraafs. Jan Leerden van den Heuvel, SGP. U zat helemaal in uw eentje namens uw partij in de Raad van Bodegraven. In Reewijk is er ook een SGP-wethouder. Op hoeveel fractiegenoten denkt u na de verkiezingen te kunnen rekenen? Nou, het zou mooi zijn als we die 2 en die 1 bij elkaar op kunnen tellen en op 3 eindigen. En dat is reëel?
Dat is reëel, zeker. En het is ook heel goed voor Bodegraven Reeuwijk, zou ik zeggen. Dat kan ik uit uw standpunt begrijpen. We gaan het afwachten. Veel succes. Dank u wel. Het recept vanavond is simpel, maar boeiend. De redactie heeft stellingen voorbereid. Steeds treden 2 of 3 lijsttrekkers tegen elkaar in debat. Ze mogen eerst hun eigen visie op de stelling poneren. Vervolgens kunnen ze op elkaar reageren. En aansluitend mengt de rest van dit mooie gezelschap zich in het debat. Maak er een mooie strijd van, zou ik zeggen. We beginnen met de eerste stelling. En daarvoor nodig ik uit Lisette Visser van de VVD en Oscar de Kleine van de PvdA. Ja. Wij kijken eerst naar een filmpje waarin ze zichzelf aan ons voorstellen. Beste inwoners, ik ben Lisette Visser, lijsttrekker voor de VVD Bodegraven-Reeuwijk. Het verkiezingsprogramma van de VVD heet Vertrouwen in de Toekomst. Ons land verkeert nog steeds in economisch zwaar weer. En dat heeft ongetwijfeld ook zijn weerslag op onze nieuwe gemeente. Dat betekent dus ook de broekriem aanhalen. Belangrijk aspect is dat uw belastinggeld op de meest efficiënte wijze zal worden besteed. De VVD heeft meer dan 50 jaar politieke lokale ervaring. En heeft ook het nodige bereikt. De VVD maakt zich ook sterk voor een betere communicatie met u. Voor de bouw van woningen voor jongeren en ouderen. Heeft u er vertrouwen in dat er in de komende periode lokaal wel degelijk iets kan veranderen? Stem 24 november dan op de VVD. Uw stem is vertrouwen in onze toekomst. Ik ben Oscar de Kleine, lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid. Ik sta hier op Fort Wierkenschans omdat ik dat een prachtig middelpunt vind van de nieuwe gemeente. En ik sta hier ook om duidelijk te maken dat de Partij van de Arbeid aan de slag wil met die nieuwe gemeente op het gebied van wonen, werken, recreëren. We moeten op de kaart als het gaat om betaalbare woningbouw. We moeten duidelijk maken dat het goed werken is in Bodegraven, dat er ruimte is voor bedrijven. En we moeten ook heel erg duidelijk maken dat het een prachtige nieuwe gemeente is om te recreëren. Stem 24 november, Partij van de Arbeid. U kunt op ons rekenen. Dat heeft u bidden, maar nu gaat het beginnen. Ik ga de eerste stelling voordragen. De verkeersproblematiek in zowel Reeuwijk als Bodegraven neemt toe. Maar het zal heel lastig worden om de noodzakelijke oplossingen te financieren. De aanleg van de Reeuwijkse Rondweg zal zeker de komende jaren niet gerealiseerd worden vanwege de oplopende financiële tekorten. Ook de aanleg van de Bodegravenboog in deze omstandigheden is niet haalbaar. Mevrouw Visser, u bent de enige vrouw, de enige uit Reeuwijk. Aan u de eer. Dank u wel. Ja, deze stelling die kan ik niet onderschrijven, want Rondweg dat is echt een must voor Reeuwijk. Zo denkt de VVD-fractie erover. En u heeft het over de financiële middelen die er niet zouden zijn. Die zijn er wel degelijk, alleen zijn ze nog niet allemaal helemaal binnen. En daar hebben we nog even de tijd voor om dat te realiseren. Maar de VVD-fractie die vindt wel dat het geld wat er aan besteed zou moeten worden en wat er ook voor bestemd is, echt voor de rondweg is. Dus het is een geoormerkt dekking, zeg maar, voor de rondweg. En er is eigenlijk geen project te bedenken de afgelopen jaren wat zoveel energie heeft gekost om het tot stand te brengen. En zeker die dekking is een wel overwogen besluit geweest van de meerderheid van de gemeenteraad. Alleen de Partij van de Arbeid, GroenLinks-fractie, heeft tegengestemd. Maar die weg, elke maand als hij er niet ligt, is er eigenlijk één te veel. Elke donderdag vertrek ik om 6 uur 's morgens naar Oldenzaal om op mijn kleinzoon te passen. En altijd, al die maanden, ik doe bijna een jaar, kon ik vlekkeloos zo uit de straat vandaan op de Zoutmansweg terechtkomen. Nu moet ik 's morgens om 6 uur, dus al minuten lang staan te wachten, omdat er 1 stroom van verkeer uit Gouda, Klimpenerwaard komt. En dat wordt met de dag erger. Dus die 16.000 waar het allemaal op gebaseerd is geweest, die zijn waarschijnlijk al ruim overschreden en dat we eerder de 17.000 per etmaal hebben. En dan zitten we natuurlijk in Nieuwebrug met ook het grote verkeersprobleem en de Bodegravenboog. Alleen is de Bodegravenboog iets wat toch meer richting de provincie komt en waar wij als gemeente waarschijnlijk geen financiële middelen voor kunnen neerleggen. En ja, in Nieuwebrug daar zal het een beetje een mengeling zijn. Maar wat ons betreft staat het vast dat het geld ervoor is. U zegt dat het betaald kan worden. Nou, dat is een mooie gedachte voor degenen die voor de rondweg zijn. Maar
Ja, meneer de maar een groot denker. Ik vind het een hele duidelijke stelling. Een stelling die mij ook aanspreekt, want laten we wel zijn, het verkeersprobleem in Reeuwijk bestaat. Dat onderschatten wij niet, dat onderkennen wij. Dat verkeersprobleem bestaat er al 40 jaar. Het huidige plan voor de rondweg is wat ons betreft een plan die de plank misslaat. Waarom? Er zitten in het ontwerp een hoop bottlenecks, onveilige situaties. Het financieringsplaatje, dat heb ik net al even gezegd. Het is er nog lang niet. De grond is nog niet aangekocht. Er worden middelen gebruikt. Bijvoorbeeld een groot deel uit de erfpachtkanons worden in de weg gestoken. Terwijl die naar mijn beleving in de woningbouw moeten. En zo zie je in de hele financiering een aantal zaken rammelen. En ja, daarom ook realistisch. Ik denk dat de doorlooptijd met betrekking tot het proces rond die weg lang gaat duren. Nee, we moeten de kracht van een nieuwe gemeente zoeken. En we moeten met 32.000 inwoners aangekloppen bij de buren. Op slotverrekening komt daar ook 80% van het probleem vandaan. En dan de bodegravenboog. Ja, de Partij van de Arbeid is van mening dat we die voortdurend op de agenda van de provincie en het Rijk moeten houden en moeten zetten. En ik ben ook van mening dat we dat de afgelopen jaren regelmatig gedaan hebben. Uiteindelijk is het een oplossing die voor de hele Randstad een betekenis heeft. He, zowel deze kant van de N11 als de kant van Hazerswoude zijn allebei niet af in onze beleving. En wij zullen er alles aan doen om dat bovenop een prioriteitenlijst te krijgen. Dank u wel. Het is op zichzelf heel mooi. Bodegravenboog, PvdA zegt ja. U zegt Reeuwijkse rondweg ja. Dan komt u allebei uit een ander dorp. Dat zal er vast niet mee te maken hebben. Wat vindt u van de mening van meneer De Kleine? Nou, ik ben het daar niet mee eens. Meneer De Kleine heeft het over diverse bottlenecks voor fietsen om over te steken. Dat is er wel geteld één. En daar is nu ook sprake van. Dus ik zou niet weten wat dat voor een nieuw gezichtspunt zou geven. Dat je zegt van het is gevaarlijker dan dat het was. Want het is enorm gevaarlijk zoals die hele weg nu is. En al de kindertjes die naar school moeten, die nu erover moeten steken. Er zijn nu veel meer gevaarlijke punten voor fietsers dan straks die ene om over te steken bij het bedrijventerrein. Ja, en dat is leuk dat u dat zegt. Want het is nou juist een oversteekplaats waar alle bodegraafse en Reeuwijkse kinderen die op de middelbaar onderwijs zitten gebruik van maken. Dus een hele belangrijke. En ik heb het niet alleen over dat bottleneck. Ik heb het ook over een tunneltje uit 1932 waar al dat verkeer doorheen geperst moet worden onder bediening van een stoplicht. Dus volgens mij zitten er gewoon grote, duidelijke bottlenecks in die weg. Okay. U bent het niet met elkaar eens. Nee. Dat is mooi. We gaan kijken wat uw collega's ervan vinden. Ja. Dus we gaan even door. Leuk. Nou, u heeft het gehoord. Mevrouw Visser past op haar kleinkind. Dat doet fantastisch. Maar dat staat los van de rondweg. Alleen het maakt haar makkelijker om naar dat kleinkind toe te gaan. Nou, het kan een argument zijn. We gaan meemaken wat de collega's ervan vinden. En ik ga even kijken wie van deze mensen daarop wil reageren. Wie mag het woord geven? Meneer De Groot, ga de gang. Ja, het viel mij op dat de heer De Kleine de oplossing voor de rondweg zoekt bij de gemeente Gouda. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die dat op die manier dan ook vorm wil geven. En het is toch ook wel zo dat de dekking tot op heden is aangegeven dat Bodegraven akkoord is gegaan met de realisatie van de dekking van de rondweg. En als dat compleet is, dat dan de rondweg wordt aanbesteed. Het is duidelijk dat het over geld gaat. Wie denkt dat er geen geld voor is? Wie van u denkt dat er wel geld voor is? Nou ja, ik ben daar duidelijk in geweest. Hè. Ik zie op dit moment de financiering die wat mij betreft aan alle kanten rammelt en ook een beetje discutabel is. Als je woningbouwgeld inzet voor wegenbouw, dan denk ik dat we niet goed bezig zijn. En met betrekking tot de toekomst, we zijn dadelijk een nieuwe gemeente met 32.000 inwoners. Het wordt dan wel eens even, het eerste wat we eigenlijk in januari moeten doen is even in Gouda bezoek en kijken of ze nu wel willen luisteren. Meneer Van der Heuvel. Ja, dankjewel Henry. Ik vind het standpunt van de Partij van de Arbeid nogal aanmatigend ten opzichte van de Reeuwijkers. Ik vind dat we in de gaten moeten houden dat het hier om een Reeuwijkse problematiek gaat, waar de Reeuwijkse Raad bij zijn volle verstand een besluit over heeft genomen. En natuurlijk, we worden één gemeente. In dat kader hebben we ook gezegd, er moeten aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Dus we gaan niet blind die rondweg aanleggen. Het moet op een zorgvuldige manier. We moeten die dekking met elkaar nu vanaf 1 januari voor elkaar krijgen. Maar laten we wel respect hebben voor de afwegingen die in Reeuwijk daarover zijn gemaakt. Ja. Want we hebben het niet over een klein probleem. Nou, dat is leuk dat u daarover begint. Ik wil daar toch even reageren. Misschien mag eerst meneer Vrom. U bent al. U krijgt nog een beurt. Dank u wel. Ja, ja. Ik vind dat een heel terecht punt dat de heer Van der Heuvel maakt. Kijk, voor het CDA staat nut en noodzaak van de rondweg bij Reeuwijk niet ter discussie. Dat is volstrekt helder.
Mevrouw Zisser heeft ook een aantal punten genoemd. Daar waar het gaat over de keersveiligheid, daar waar het gaat over de bereikbaarheid van Zoutman. Nut en noodzaak staan niet ter discussie. De Reewijkse Raad heeft een dekkingsvoorstel gedaan. En we zullen met elkaar moeten kijken dat we die rondweg ook daadwerkelijk gaan aanleggen. Ja. Ik wil een hele korte reactie geven op het feit dat ik hier door twee mensen het aanmatigend aangemeten krijg. Ja. Daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Ik sta hier als lijsttrekker van de fractie van de Partij van de Arbeid van Bodegraven Reewijk. Wij hebben hier in gemeenschap met onze leden in Reewijk over van gedachten gewisseld. Opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Dus ik vind het een beetje duur geworden. Nou, het lijkt me niet dat ik dat terug moet nemen. Wat hier wel gebeurt is dat de heer De Kleine de rondweg met één grote zwaai in de prullenbak smijt. Nou, er worden hier geen besluiten genomen, meneer Van der Heuvel. Dus dat in Reewijk is het besluit genomen, dat is goedgekeurd in de ARRI-procedure onder voorwaarden. Ja. Nou, dan vind ik als je daar hier nu ineens gaat zeggen, dat is niks die rondweg, terwijl je in de Reewijkse Raad met je Reewijkse fractie eigenlijk heb gezegd van nou, het kan wel, mits. Hè? Dan gaat het PvdA nu, omdat het verkiezingen zijn, is veel kritischer worden. Daar kan ik niet volgen. Excuses, maar mevrouw Visser, u zei dat de PvdA Reewijk tegen was. Ja, die hebben niet, dus dat zowel bij de dekking als bij het vooroverleg tegen. En meneer De Kleine heeft ook nog een onderwerp erfpacht. Dat zou het hele erfpachtbedrag daarvoor gaan inzetten. Dat is niet waar. Het is slechts een gedeelte. En het is van tevoren bekend geweest dat we daar een deel van aan de rondweg zouden besteden. Het heeft te maken met onze stille reserves en met onze andere bedragen die we konden verwachten. En dat is echt. U zegt er is geld, het is een kwestie van keuzes maken. En u kiest voor de rondweg, u doet dat niet. Meneer Arendt. Ja, ik wil in ieder geval op richting de heer Klein opmerken dat ik het een beetje jammer vind dat de Partij van de Arbeid ook helemaal geen oplossing aanbiedt. Kijk, het is een groot probleem voor Reewijk, voor de verkeersbewegingen. Het is ook levensgevaarlijk. Ik hoor alleen het financiële aspect wat u hier naar voren brengt, maar een oplossing biedt u eigenlijk niet. Nee. Dat vind ik dan jammer. Ja, maar als die oplossing eenvoudig zou geweest zijn, dan had hij er 40 jaar geleden al gelegen. Want denk ik dat u dan de discussie is al langer gevoerd in Reewijk. U legt dan een vinger op een aantal verkeersproblemen, maar u geeft daar omheen geen oplossing voor. Dat is jammer. Als we nou eens een overleg met de buren, hè, want we zijn dadelijk wel wat belangrijker. Een van de elementen zeg maar, die we in Gouda in kunnen brengen, is dat we dat samen op moeten lossen. Hoe lang denkt u dat we daar bezig zijn? We zijn al 30 jaar mee bezig, mevrouw Visser. 30 jaar met Gouda in gesprek? Ja. Hij ligt er voorlopig nog niet. U bent dadelijk niet meer alleen, dadelijk om Bodegraven helpen. Ja. Meneer Vromen. Dat vind ik, moet ik in alle eerlijkheid zeggen, nogal een gevaarlijke opmerking van de heer De Kleine. We zullen met elkaar dat probleem, als het een probleem is, moeten oplossen. Zowel verkeerstechnisch als ook financieel. Maar om nu te roepen naar de Bodegraafse burgers, wij komen om te helpen. Dat vind ik een hele ingewikkelde discussie. Het zal in goed overleg moeten en het zal goed opgelost moeten worden. Maar we gaan niet de problemen van de ene gemeente op dit moment bij de andere neerleggen. Zo werkt het straks één gemeente. Eén gemeente. Ik begrijp dat u ook wat wilt zeggen. Ja, ik wil het nog zeggen. Er is in onze fractie in ieder geval duidelijk dat er wat problemen nog zijn met de weg. We vinden niet alles optimaal zoals die nu is. En ik denk dat ook in de nieuwe raad een bespreekpunt moet zijn van waar liggen dan nog de knelpunten en hoe gaan we die met elkaar oplossen. In plaats van tegenover elkaar te blijven staan, denk ik dat we naar oplossingen moeten zoeken. Als wij van mening zijn, PvdA en GroenLinks, dat er knelpunten zijn, denk ik dat het ook aangehoord moet worden en dat we naar elkaar moeten kijken van hoe gaan we hiermee om. Begrijp ik dat Meneer Adams was eerst. Ja, begrijp meneer Smits nu dat u het besluit van Reewijk, van de gemeenteraad Reewijk, opnieuw wil gaan behandelen. Ik denk dat het ook een beetje herhaling van zetten krijgen nu. Want er is een zelfstandig besluit genomen door de gemeenteraad Reewijk. De financiële aspect in het kader van de ARRI-procedure is voorgelegd aan de gemeenteraad Bodegraven. We hebben daar een aantal voorwaarden bij gesteld om de zekerheid te krijgen dat de financiën er rond zijn. Dus in dat opzicht is het, als aan die voorwaarden voldaan wordt, eigenlijk een hamerstuk voor de nieuwe gemeenteraad. Nou, u zegt het terecht als. Dat is ons punt. Ja, maar goed. Uiteindelijk moet je toch een stukje vertrouwen hebben in het voorwerk van de oude gemeente Reewijk. Laat ik het zo formuleren. En deze discussie zou ik liever niet opnieuw willen voeren. Daar is een aantal jaren door Reewijk al uit en terreur over gediscussieerd. Ook een overleg geweest met Gouda. Dus in dat opzicht denk ik, herhaal ik van zetten, heeft geen zin. Nu moet je doorpakken. Ik zag meneer De Groot nog even zijn vinger opsteken. Dat ging in grote lijn hetzelfde wat de heer Arends aangaf. Want ik begrijp nu van GroenLinks dat als er maar goede oplossingen komen, dat jullie dan ja zeggen. Ik heb u niet verstaan. Dat jullie, als er maar goede oplossingen komen voor het traject, voor het huidige traject, hè, zoals het er nu ligt. De Partij van de Arbeid zegt, traject is niet goed. U zegt, traject is goed als er maar oplossingen komen. Begrijp ik? Ja, als onze knelpunten opgelost worden, ja. Dan kunnen we daarmee leven, ja.
blijft nog een spannende zaak. Ik hoor heel weinig over de Bodegravenboog. Er is gezegd van dat is niet het probleem van de gemeente Bodegraven-Reewijk. Dat wordt de provincie. Althans als het om het financiële aspect gaat. Wat vindt u daarvan? Ik denk toch dat dat ook anders kan zijn. Meneer Vrome? Nou, heel terecht. Ook daar geldt nut en noodzaak van die Bodegravenboog staan niet ter discussie. Het is heel belangrijk om de verbinding N11-A12 te maken. Het ligt niet in de financiële mogelijkheden van de gemeente. Het is ook geen gemeenteweg. Maar we zullen de druk op provincie en Rijk steviger moeten opvoeren. Dat hebben we de afgelopen jaren al gedaan. En ook in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart is dat een goed thema om als nieuwe gemeente te agenderen en geagendeerd te houden. En ziet u de weg ooit komen? Jazeker, die weg die gaat er komen. En welke termijn denkt u wel? En dat geldt ook voor anderen deze Dat is denk ik wel heel sterk afhankelijk van de druk die we met elkaar kunnen uitoefenen op staten en de Rijksoverheid. En ook de eensgezindheid die we daarin kunnen uitstralen. Dus u zegt eigenlijk dat u het niet weet wanneer die er ligt. Nou, u geeft ook geen datum. Ja. Ik denk dat het sneller gaat dan het aanleggen van de N11, want het heeft 35 jaar geduurd. Ja, dat is al gauw dan natuurlijk. Ja, Arends. Ja, ik ben wat optimistischer. Ik denk zelf dat de Bodegravenboog binnen 5 tot 10 jaar gerealiseerd kan worden. We kunnen dat proces ook versnellen, meneer Vrome. Dat is ook bij de Rijksweg 11 geweest, de N11 moet ik dan zeggen. Er is ook een consortium opgericht met de Rijkswaterstaat, de gemeente Alphen en onder andere van Bodegraven. We hebben daar wel een duit in het zakje gedaan. Ik kan me die discussie nog helemaal goed herinneren. Toen zat ik ook nog in de gemeenteraad. En toen hebben we dus qua financiering ook een compromis gesloten. Dus in dat opzicht denk ik ook dat we het bedrijfsleven van Bodegraven daar een steuntje in de rug kunnen geven door die Bodegravenboog aan te leggen. Niet alleen voor, uiteraard niet voor een Bodegraven, maar voor de hele omgeving. Maar ik denk ook dat het een stuk veiliger wordt. Want ik kan me ook nog herinneren, in het begin van de opening van de N11 had ik ook aangegeven, volgens mij is de verkeersafwikkeling niet goed met die kloof, die rotonde kloof. Nou, helaas is het uitgekomen, maar vanaf de opening was het... Een vooruitziende blik had u, begrijp ik. U had een vooruitziende blik. Nee, maar ik heb wel een beetje vertrouwen in het vooruitziende blik van de gemeenteraad Bodegraven als we kijken naar problemen die er kunnen zijn. En die hebben we in ieder geval gezamenlijk kunnen benoemen. Ja, ik vind het. Ik zie meneer Van de Heuvel eerst. Ja, inderdaad, de Bodegravenboog is zeer belangrijk voor de veiligheid van alle mensen die bij ons langskomen. Maar natuurlijk ook voor het bedrijfsleven. Nou is het zo, wij gaan er niet over. Daar zullen we toch bij Rijkswaterstaat en de provincie voor moeten zijn. En dan heb je een heel dik boekwerk met alle projecten die overal in de landen de aandacht verdienen. Waar het om gaat is dat je gewoon actief mee bezig bent als gemeente om dat project naar voren te brengen, onder de aandacht te brengen die het nodig heeft. En ik weet dat nu al gebeurt, onder andere onze wethouderskandidaat Henk van der Smit is er al met regelmaat mee bezig. En vertelt mij ook dat er enige beweging in zit. Dus als we die lijn kunnen voortzetten, dan zal het ook met de Bodegraaf wel goed komen. Meneer Vrome, u bent de laatste. Ja, deze ronde. Blij om dat te horen in ieder geval. Ik zou willen dat ik mee kon gaan met het enthousiasme van de heer Arends. Maar ik denk dat we ook heel realistisch moeten zijn. We spraken eerder over de aanleg van de rondweg rond Reewijk. Dat moeten we gaan realiseren. We zullen ook moeten zorgen dat er middelen komen. Het enthousiasme van de heer Arends van, weet wat, we zoeken een consortium. We leggen er nog geld bij de aanleg van de Bodegravenboog. Ik vind dat op dit moment niet realistisch. Als je kijkt naar de financiële uitgangspositie, moeten we de druk op blijven voeren. Maar ik geloof niet wat de heer Arends zegt dat haalbaar is. Dank u wel. Ik hoor u vooral zeggen dat het voor elkaar gaat komen. Hoe, wanneer, hoor ik niet. Maar misschien komt dat in de volgende raadsperiode. We gaan naar de volgende stelling toe. En dan gaan wij opnieuw verder met meneer Kleine en mevrouw Visser. En die tweede stelling, die luidt. Reewijk en Bodegraven zijn al koploper op het gebied van lokale belastingen. De belastingdruk zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het is daarbij slechts een kwestie van tijd dat tarieven in Reewijk en Bodegraven op hetzelfde niveau liggen, waarbij dus feitelijk de belastingdruk voor de Bodegravers verder oploopt. Meneer De Kleine, deze keer mag u als eerste. Ja, we hebben het hier net gehad over een project, een rondweg, die 14 miljoen euro gaat kosten. Als ik dan zeg dat je dat geld beter in je zak kan houden voor de toekomst, hè, want er komen barre tijden aan, dan word ik een beetje uitgelachen door mijn collega's. Maar ik denk dat ik wel eens gelijk kan krijgen. En als we kijken naar de ontwikkelingen van de gemeentelijke belastingdruk, dan moeten we ook realistisch zijn. Zelfs als waren we niet gaan fuseren, denk ik dat het heel lastig was geweest of geworden voor de toekomst om als zelfstandige gemeentes belasting op het huidige niveau te houden. Maar uiteindelijk
gaat het natuurlijk om wat je voor je dorp wil bereiken. Voor de dorpen, voor de kernen. Daar is geld voor nodig. En natuurlijk zal je dan ook af en toe bij je kiezer langs moeten. En wij durven dat als het gaat om geld te vragen, om het zwembad open te houden, het Evertshuis open te houden. Om de kleine kernen ook ervoor te zorgen dat daar alles overeind blijft. Dus met andere woorden, druk op de gemeentelijke financiën. Dat is bekend, daar hebben we het allemaal over. Laten we dan ook heel verstandig zijn met het geld wat we hebben. En die rondweg niet aanleggen. Maar u denkt wel dat wij meer belasting gaan betalen. Want wij, ik ben ook burger van dit dorp. Wij hebben met elkaar hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de overgang naar de nieuwe gemeente voor iedereen op een acceptabele manier plaatsvindt. Er zijn hier en daar nog zelfs wat reservepotjes die we kunnen gebruiken om in een glijdende schaal naar elkaar toe te komen. Ja, en dan zullen we zeker ook nog met elkaar in discussie moeten over bijvoorbeeld een heffing als de rioolheffing of een heffing voor het ophalen van het vuil. En daar zijn keuzes in te maken en daar zullen we zeker in de nieuwe gemeenteraad met elkaar mee aan de slag moeten. Wordt het en nogmaals, het is duidelijk, duidelijk. Wordt het duurder of wordt het niet duurder? Op termijn wordt het duurder. Nou, daar nou gewoon eerlijk in zijn en laten we elkaar daar ook gewoon geen doekje voor het neus houden. Degene die dat hier durft te zeggen. Dan gaan we een andere vragen. U zegt dat het duurder wordt en dat is een helder standpunt. Ja. Hoe zit dat aan uw kant? Uw gemeente is al iets duurder, geloof ik. Hè? Ja, een heel stukje duurder. En wij zijn dus als VVD van mening dat gewoon die belastingtarieven niet verhoogd moeten worden. Er is natuurlijk een andere tariefstelling en daardoor zijn er harmonisatievoorstellen gekomen. In die harmonisatievoorstellen, ja, daar zijn diverse mogelijkheden voorgeschoten. We kunnen het op deze manier of op die manier doen. De egalisatiereserve kan worden ingezet om een tijdje te overbruggen. Egalisatiereserve, u gebruikt heel veel ingewikkelde woorden. Dat heeft te maken met het feit dat we natuurlijk een overbrugging hebben. Vanwege die harmonisatie en even te kijken. Maar dat kan natuurlijk niet van de een op de andere dag allemaal. Dus we proberen dat gelijkmatig te doen. We hebben ook wat verschillende zaken. Want we hebben bij ons bijvoorbeeld de vervuiler betaald bij de rioolbelasting. Dat is in Bodegraven nog niet het geval. Ja. Maar wat wij geconstateerd hebben in deze voorstellen, dat er bijvoorbeeld, we hebben een heel groot verschil in niet-woningen. Dat zijn dus ondernemingen, zeg maar. En dit zou betekenen als niet-woningen, dat staat voor ondernemers. Bedrijven zeg maar. Ja. En die zo dat daar een groot verschil in zit tussen Bodegraven en Reewijk. En dat zou betekenen dat de Reewijkse bedrijven eigenlijk fors omhoog moeten gaan met de belasting. En daar hebben wij van gevraagd in de laatste Rebo-commissievergadering van kijk alsjeblieft daar ook naar. Want dat zijn ook onze burgers. En als we zeggen van dat het voor iedereen niet mag worden verhoogd, dan geldt het ook voor hen. Ja, en dan welke verhoging zou het dan gaan? Ja, dat ligt toch wel soms in een paar honderd euro. Maar dat kan ook nog wel oplopen. Dat is afhankelijk van hoe groot het bedrijf is. U zegt niet, zoals uw opponent, dat het duurder zal worden. U zegt het mag niet. Nee, wij vinden dat de grenzen ook zeker bereikt zijn. Ja, ik ben realistisch, het wordt op termijn duurder. Mag ik u een vraag stellen, mevrouw Visser? Gaan we het zwembad in Reewijk sluiten? Zullen we dat daar later over hebben? Nou, maar dat is wel de essentie. We gaan straks over de voorziening praten. Nee, het gaat over. Het is wel de essentie natuurlijk. Ja, maar het is een kwestie van keuzes maken. Rondweg, zwembad, voorzieningen, dat weten we. Maar we zijn nu aan het praten over, in het algemeen over de. Ja, nou, daar heb ik realistisch geschetst dat ik van mening ben dat je elkaar niet in het ootje moet nemen. En dat je er gewoon vanuit kan gaan dat duurder wordt. Het is sowieso al zo dat de inflatiecorrectie wordt toegepast. Dus niet duurder. Ik denk dat we het niet over hebben. Inflatiecorrectie hebben wij het nu niet over. We hebben het echt over forse verhogingen. Ja, daar heb ik het. Ja. Ik denk dat u het ook niet eens wordt. We gaan weer kijken wat uw collega's vinden. We gaan terug. Ja, wordt het duurder, wordt het niet duurder? Dus als u het mij zou vragen, ik denk dat we meer gaan betalen, want zo gaat dat altijd. Wellicht is er daar een van onze lijsttrekkers die er anders over denkt. We gaan het in ieder geval horen. Wie van u heeft daar een visie op? Of durft niemand van u zich daaraan te wagen? Dat kan natuurlijk ook. Het zijn uw kiezers die meer gaan betalen. Het is moeilijk om te zeggen dat het duurder wordt. Maar dan doen we het anders. Meneer Van der Heuvel, denkt u dat het duurder wordt? Dat denk ik niet. Het hangt er vanaf wie er aan het roer komen. Kies je voor rood of groen, dan betaal je straks blauw, zou je kunnen zeggen. Dat is wel duidelijk. Waar het om gaat, is ben je in staat en bereid om keuzes te maken? Durf je te kiezen voor een beperkte overheid? Dat durft de Partij van de Arbeid niet en GroenLinks nog minder, want Sinterklaas heeft het te druk mee met al die wensen. Ja. Wij durven daarvoor te kiezen en wij zeggen ronduit,
Het is niet iets om trots op te zijn als je kampioen lokale lasten bent, zoals Reewijk of Bodegraven, allebei ja, en straks het samen. Het loopt elkaar niet veel, hè? Nee, nee. En daar komt nog een punt bij, wat belangrijk is om hier nog eens te benadrukken. We hebben in het Bodegraafse altijd gezegd, als we gaan fuseren mag het niet zo zijn vanwege de verschillen, ik zie meneer Arends gelukkig al knikken, dat de Bodegraafse burgers dan de prijs van de fusie gaan betalen. Daar zullen we dus met elkaar heel goed op moeten letten dat we dat eerlijk gaan verdelen. Mevrouw Visser van de VVD had trouwens ook een goed punt, dat ook de ondernemers niet de prijs van de fusie mogen gaan betalen. Zeker in deze tijden, zou ik zeggen, moet je daar heel erg voorzichtig mee zijn. Het lijkt me lastig als je meer geld nodig hebt en je mag niks verhogen, maar u mag de keuzes maken, dus ik wens u daar veel wijsheid bij. Nog hoger is voor mij eigenlijk ondenkbaar. En in die zin is SGP, heb ik al vorige week gezegd, en ik ben graag bereid het hier voor u te herhalen, de enige echte Bodegraafse Tea Party. Nou, dat is mooi. Ja, dat is van de AT-zakjes uitdeelden. Ja, ja. Ja, maar dat is net tegen de toeren aan de kop. Er wordt een tegenstelling gesuggereerd tussen links en rechts. Ik zie u uw hand opsteken, maar ik zou meneer... Ja, ik ben het niet met de heer Van de Heuvel eens, want ik heb begrepen dat de tarieven op één niveau blijven volgend jaar, dat het geharmoniseerd wordt. Nee, dat is niet zo. Het heeft mevrouw Visser net al uitgelegd met dat moeilijke woord egalisatiereserve. Ja, ik weet niet wat het verschil. Ja. Maar uiteindelijk betalen we evenveel volgend jaar. Alleen het wordt gedekt uit egalisatie. Nee. Daardoor betalen we juist niet evenveel. Nee. Okay. Nee. Nou, maar in de komende jaren willen we ook gewoon de tarieven op hetzelfde niveau houden. Ik dat is duidelijk. Waar u heeft gehoord. U zegt het mag niet duurder worden. Het mag niet duurder worden. We moeten het uit iets anders gaan halen. We moeten goed gaan kijken waar kunnen we nog het vetter af gaan schaven. Of waar moeten we echt dingen gaan schrappen? Ik denk dat dat de keuze wordt de komende jaren. En niet nog eens verder omhoog, want we zitten al heel hoog in Zuid-Holland. Ja, dan is het duidelijk. Hè? Dan maak ik keuzes. Dan kies ik ervoor om die rondweg niet aan te leggen en het zwembad open te houden. En ik ben bang dat u dadelijk allemaal het zwembad dicht doet. Het is een duidelijk standpunt, meneer Vrome. Nou, ik ben wel heel benieuwd naar de keuze die de heer Smit gaat maken. Want hij zegt dat hij keuze gaat maken en dat het tarief op hetzelfde niveau moet blijven. Ik ben overigens blij dat hij dat zegt. Dat is een heel duidelijk standpunt. Daar zet het CDA zich voor in. Dat hebben we ook de afgelopen periode gedaan. Geen stijgen van lastendruk door de fusie. Maar waar gaat hij nu dan bezuinigen? Geeft u dat dan eens aan? Wat gaat u dan doen? Want ik heb u daar nog, uw partij daar nog nooit over gehoord. Een interessante vraag is voor iedereen. Ja. We komen daarop terug. Maar ik zou eerst meneer De Groot nog even het woord willen geven. Ja, ik denk dat de situatie in de overgang, die hebben wij goed met elkaar afgesproken. En in die zin mogen de Bodegravers daar niet op achteruit gaan. Dat is met elkaar de keuze die we hebben gemaakt. Waar ik mij in de toekomst vrij veel zorgen over maak, is als we inderdaad keuzes maken, dan vindt de ChristenUnie in ieder geval dat niet ten koste mag gaan van mensen die aangewezen zijn op uitkeringen of bijstand, extra bijstand. Want als wij daar de bezuinigingen willen zoeken om voor de rest onze accommodaties in stand te houden, dan wel geen verhogingen in de OZB te accepteren. In zo'n samenleving zou de ChristenUnie niet verwerken. Ik kruip al omhoog. Ik ga een vraag stellen, want bezuinigingen zijn volgens mij onvermijdelijk. Ik denk dat ik van u allemaal wil horen op welke drie zaken u denkt dat er gewoon bezuinigd zal moeten worden en dat wij als Bodegravers Reewijkers dat gewoon zullen merken. Meneer Smits. Ik denk dat we slim kunnen besparen op de onderhoudsfrequentie van groene wegen. We kunnen besparen op energie- en afvalpreventie. En grote plannen die moeten we misschien wel uitstellen of afstellen. En grote plannen als een rondweg. Bijvoorbeeld. En hoeveel geld denkt u te bezuinigen op die manier? Ja, ik heb geen getal in mijn hoofd. Ik ben niet deskundig op dit moment. We kunnen andere raadsleden... Maar we weten allemaal dat er een tekort dreigt van meer dan 1,5 miljoen en waarschijnlijk meer. Okay. Dat weten we uit de begrotingen die door u zijn gemaakt. Ja. Ik heb daar verder geen hand in gehad. Nee. Maar dat zijn forse bedragen. Gaat u dat hiermee realiseren? Ja, dat denk ik wel. Het groen wordt nu duur dan. Meneer De Kleine. Ja, ik heb eigenlijk al hele grote klappen uitgedeeld door die rondweg in te leveren. Eigenlijk heeft veel geld, maar we gaan verder. Ja. In de nieuwe gemeente zouden we kunnen beschikken over 4,4 wethouders. Dat mogen er voor mij ook 3 zijn. Klein klapje. Naast, speelt dat een tonnetje ongeveer per jaar? Ongeveer, hè. Ja. Telefoon, autochauffeur, je weet hoe dat gaat. 120. Maar even serieus, we praten ook al heel lang over een ambtelijke organisatie die goed opgeleid is, die klein is, kernachtig is, een lean, mean. En houd het kort. Ja, ik hou het kort. Ik vind dat, ja, we kunnen toch ook wel vaststellen met z'n allen dat daar ook geld vandaan gaat komen dadelijk.
Dus u ziet allerlei mogelijkheden. Ik zie voldoende mogelijkheden. En vooral die rondweg. Ja. Meneer Vrome, uw salaris is weggeschrapt zojuist, geloof ik. Dus. Ja, dat ligt er een beetje aan hoe dat college eruit komt te zien hoe groot het wordt. Ook weer waar, ook weer waar. Maar drie zaken waarop u denkt dat bezuinigd kan worden. Nou, we kunnen in ieder geval bezuinigen op onze ambtelijke organisatie. Dat hebben we gedaan. Dat kunnen we ook concreet doen door de groensdiensten die we hebben te privatiseren. Dat kan een forse besparing opleveren van tussen een 500.000 en 1 miljoen. Voor overeenstemming, ja. Dat is het eerste. We kunnen fors bezuinigen als we dan toch een kleinere ambtelijke organisatie hebben op onze huisvesting. We zijn nu aan het kijken. Zoals u weet is er een intentieovereenkomst met de Rabobank om daar ambtenaren te gaan huisvesten. Misschien moeten we dat maar eens veel praktischer gaan oplossen. We staan nu naast de bibliotheek. In de bibliotheek is heel veel ruimte. Daar zouden we heel goed de dienstencentrum van de gemeente onder kunnen brengen. Andere huisvesting, zegt u. Dat kan ook in Reewijk op die manier. Dus dat is een forse bezuinigingsmogelijkheid die er is. En laten we als gemeente ook maar eens teruggaan naar onze rol op het terrein van de ruimtelijke ordening, op het terrein van volkshuisvesting. We gaan geen overbodige regels stellen. En dan hebben we ook niet allerlei ambtenaren nodig om dat te controleren. Dus eigenlijk zegt u een paar ambtenaren eruit. Vat ik dat goed samen? Schrappen op taken, keuze daarin maken. En dat leidt ertoe dat we minder ambtenaren nodig hebben. Dank u wel. Meneer Arends. Ja, meneer Vrome heeft een aantal al genoemd die wij ook zouden voorstellen. Dat heeft met name te maken met de afstoten van de groenbeheer. Althans, daar zou je aan kunnen denken. We weten dat de gemeente Reewijk het groenbeheer heeft uitbesteed. Nou, daar moeten we van leren. Ik denk dat dat in ieder geval een moment is om daar nadrukkelijk naar te gaan kijken. Meneer Vrome heeft ook al aangegeven, de huisvesting is natuurlijk ook een belangrijk punt waar je op zou kunnen. Ja, ik merk al dat we naar elkaar toetsen. Dat is een mooi proces. Ik heb natuurlijk ook nog wel verschillen die meneer Vrome niet heeft genoemd. We kunnen bijvoorbeeld denken aan de... Mag er nog één? Nou, ik heb er een paar. Dan mag er nog één. Inhuuraanbesteding, laat ik het dan twee noemen in één woord. Oké, nou heeft het toch een beetje zin. Nou, dank u wel. Ja. Mevrouw Visser. Ja, eigenlijk bijna alles is natuurlijk al gezegd, want ik ook zou willen zeggen, soms is het al drie keer aan de orde geweest. Ja. Maar het heeft natuurlijk inderdaad te maken, je kan kijken naar die concentratie van de dienstverlening, natuurlijk ook het ambtelijk apparaat hebben we gezegd. En wij weten het gewoon, er zullen keuzes moeten worden gemaakt en we moeten echt goed, maar dan ook in samenspraak met de burgerij, vind ik, gaan spreken over wat gaan we dan wel doen en wat gaan we niet doen. Dat klinkt mooi, in samenspraak met de burgerij. Ja, maar dat is iets wat... Want ik u enquêtes houden wat nou, wij vinden? Allerlei manieren moeten we er gaan bedenken. Mijn speerpunt is echt in deze verkiezingscampagne de communicatie geweest met de inwoners. En dat blijft ook zo. En ik vind echt dat het op een andere manier kan. En als je ze heel snel bij iets betrekt, dan voelen ze zich ook echt hierin gekend. En dan denk ik dat er goede initiatieven ook uit zullen komen. U zegt op een andere manier. Het klinkt weer alsof het nu niet goed gaat. Nou, het kan heel wat beter. Ja. Dat is mijn mening. Nou, dat zijn open deuren, maar vooruit. Uw bezuinigingen. Ja, in ieder geval, wat de heer Vrome ook al heeft aangegeven, dat is het overheidsapparaat. Sorry. Ja. In ieder geval, die Rabobank staat nu ter discussie, daar ben ik heel blij om. Want inderdaad, bij de bibliotheek staat in ons programma, daar hadden wij in ieder geval de mogelijkheden voor gecreëerd. Ik denk dat we niet om de zaak heen kunnen dat we ook in bepaalde voorzieningenniveaus zullen moeten gaan snijden. Of op het op een slimmere, op een andere manier moeten doen, met meer vrijwilligheid. En ik denk dat veel meer dan nu op dit moment aan de orde zal komen, dat mensen veel meer op hun sociale netwerk teruggeworpen worden dan op dit moment. En wat doet dan een sociaal netwerk voor bezuinigingen? Je kunt veel zaken, denk ik alleen maar aan de WMO, door middel van een persoonsgebonden budget kun je hetzelfde bereiken en op een goedkopere manier. Dus de persoon zelf gaat er zelf op vooruit, kan zelf meer keuzes maken, kan ook in zijn mobiliteit zijn eigen keuzes maken. En terwijl dat voor de gemeente niet duurder hoeft uit te pakken. Oké, ik heb u niet begrepen, maar misschien andere mensen wel. Dank u wel. Meneer Van den Heuvel. Ja, minder ambtenaren. Dat betekent dan ook dat je minder taken moet willen doen. We kunnen ook gerust bepaalde dingen onder voorwaarden aan de markt overlaten. Dat ben ik met de heer Vrome eens. Geen dure nieuwbouwplannen of huisvestingsplannen voor gemeentehuis. Dat is niet nodig. Gemeenteraad kan ook overal vergaderen, zou hier ook kunnen bijvoorbeeld. Ja. En om nog eens wat anders te noemen. Twee van die ouderwetse bibliotheken zoals we nu hebben in Reewijk en de Bodegraven lijkt mij niet helemaal meer van deze tijd, gezien alle ontwikkelingen op dat gebied. Daar kunnen we ook kritisch naar kijken. En daar wordt niemand minder van als je daar een haal- en brengservice aan koppelt en wat drempeltjes wegneemt. Nou, dat was drie. Dank u wel. Nou, u hoort het, er zal in de voorzieningen geschrapt gaan worden en er worden nog aardige keuzes gemaakt. Eén ding is zeker, we zullen het allemaal gaan merken. Hogere belastingen, zegt de ene, de ander zegt ze blijven gelijk.
De toekomst zal het uitwijzen, maar minder voorzieningen, dat staat vast. We gaan naar de tweede ronde. En die gaat tussen SGP, ChristenUnie en GroenLinks. En dat zijn drie heren, want dat is de rest van de avond zo. Robert Smit van GroenLinks, Arie de Groot van de ChristenUnie en Jan Lenert van de Heuvel van de SGP. Maar opnieuw krijgt u eerst enkele leuke filmpjes te zien waarin zij zich aan u voorstellen. Goedendag, mijn naam is Robert Smit. Ik sta hier op het Milieustation. Ik ben een nieuwe lijsttrekker voor GroenLinks Bodegraven Reewijk. Ik woon sinds 1992 in Bodegraven en heb me maatschappelijk sindsdien ingezet voor de basketbalclub, de Milieuraad en GroenLinks. GroenLinks wil zich de komende 4 jaar bezig gaan houden met een sociaal en duurzaam programma. We willen naar een klimaatneutrale gemeente en versterking van het groene hart. Verder wil GroenLinks dat iedereen mee kan doen, het liefst door middel van werk. Kwetsbare groepen willen we extra aandacht geven. Ondanks bezuinigingen staan we voor goede scholen, betaalbare woningen voor jongeren en starters, voorzieningen voor ouderen en zoals nu een plek voor de moskee. Onnodige woningbouw en bedrijventerreinen willen we niet. Ons programma is helder. Stem daarom 24 november op GroenLinks. Meer zetels hebben we nodig in ons nieuwe Bodegraven Reewijk. Dankjewel. Welkom wil ik u heten als inwoners van de nieuwe gemeente. Mijn naam is Arie de Groot, lijsttrekker van de ChristenUnie. Het verkiezingsthema van de ChristenUnie is samen. Samen bouwen aan de nieuwe gemeente. De ChristenUnie hecht aan belangrijke waarden. Als respect, openheid, betrokkenheid, duurzaamheid, verantwoordelijkheid. De ChristenUnie vindt het normaal dat u als inwoner een belangrijke stem hebt in de toekomst van uw eigen dorp. We staan hier in het Reewijkse Hout, een inkijk in onze grote natuur- en landschapswaarden. Waar je natuur, ruimte, stilte en rust vindt. De ChristenUnie staat voor die waarden als groene hartgemeente. Wij willen een groene oase blijven, midden in het stedelijk geweld. Hecht u ook aan een woon- en leefomgeving met respect voor elkaar. Waar het goed wonen en recreëren is. Waar jongeren veilig kunnen opgroeien. Stem dan 24 november ChristenUnie. Hallo, ik ben Jan Lenders van de Heuvel, lijsttrekker van de SGP Bodegraven Reewijk. Hier, op plaatsen zoals deze, moet het gaan gebeuren. Hier willen we werken aan onze nieuwe gemeente. Aan het behoud van het karakter en de leefbaarheid van onze dorpen en kernen. Daarbij helpt de ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan. Wij zijn trots op onze wethouderskandidaat, Henk van der Smit, in Reewijk wel bekend, die heel goed deel kan uitmaken van het nieuwe college van burgemeester en wethouders en daarin ook op kan komen voor de Reewijkse belangen. Wij streven naar een beperkte overheid die burgers en bedrijven de ruimte geeft om hun verantwoordelijkheid te nemen en het daarbij ook stimuleert. Dat moet erin resulteren dat de gemeentelijke lasten niet verder stijgen. Want wij vinden dat u al genoeg belasting betaalt. Helpt u ons de daad bij het woord te voegen? Stem dan op 24 november aanstaande SGP. We gaan verder. Het behoud van het groene hart brengt mee dat economische keuzes gemaakt moeten worden. Dat betekent dat bedrijfsuitbreidingen gezocht moeten worden binnen de thans bestaande contouren, maar ook dat uitbreidingen van agrarische bedrijven binnen de perken moeten worden gehouden. Meneer Smits, Robert Smits van GroenLinks, aan u de eer. Hier is GroenLinks het wat betreft de bedrijven helemaal mee eens. Binnen de bestaande contouren is nog volop ruimte voor bedrijven en woningen. GroenLinks wil graag dat de ruimte tussen de kern en het groene hart open blijven. De ruimte zijn beeldbepalend voor de nieuwe gemeente. En we willen zuinig zijn op het landschap wat we nu hebben. Dit betekent ook evenwicht tussen natuur en agrarische bedrijvigheid. Uitbreiding van agrarische bedrijvigheid in de vorm van extensieve veeteelt of landbouw vinden we prima. Intensieve veeteelt, als bijvoorbeeld een grote varkensstal, is niet gewenst. Dit past niet in het open landschap. En ook de belasting van de wegen is hier niet op ingericht. Natuurbeheer als invulling van de ecologische hoofdstructuur door de agrarische sector met structurele vergoedingen staan wij voor. Premier Rutte had het afgelopen week over de onherstelbare vooruitgang. GroenLinks denkt dat we hier in het groene hart geen keuzes moeten maken die onherstelbaar zijn.
Dat is mijn standpunt. Bouwen binnen de gemeentegrenzen. Ja. Meneer Van den Heuvel, vindt u dat een goed idee? Bouwen binnen de gemeentegrenzen? Ja, en niet daarbuiten. Ja, zeker. We moeten bouwen naar behoefte. Want als we niet bouwen, dan lopen we terug in inwoneraantal. En dat is economisch gezien heel slecht. Want dan verliezen we ons draagvlak voor alle voorzieningen. Zitten er geen kinderen meer op de scholen. Kunnen onze dorpshuizen sluiten. De winkels kunnen dan dicht. Dus het is erg belangrijk dat we gericht, maar zorgvuldig, ingepast blijven bouwen voor de inwoners van onze dorpen en kernen. Wat ook erg belangrijk is, is dat we oog hebben voor de ontwikkeling en de welvaart van de agrarische sector. In die zin ben ik het niet eens met de stelling. De tendens is nu, van die weinige agrarische bedrijven die er nog over zijn gebleven, dat ze, willen ze kunnen blijven voortbestaan, moeten groeien, naar een grotere schaal toe moeten. En als wij dan heel dogmatisch gaan zeggen, jullie mogen niet groeien, dan gaat het daarmee fout, draaien ze de nek om. En dan wordt het groene hart pas echt aangetast. We zullen dus dat proces goed moeten begeleiden. Dat is een voortdurende proces van rouwverkaveling, van mogelijkheid om beheerst verder te groeien. Geen megastallen, die hebben we trouwens niet. We hadden het in Reewijk over 1160 varkens. Dat zou volgens mij een kilostal moeten zijn, als je het een beetje rekenkundig goed zegt. Geen megastal. Ja. En dat was ook nog eens mogelijk binnen het bestemmingsplan voor het allergrootste deel. Dus daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Maar het belangrijkste is... voorstander van, begrijp ik? Nou kijk, ik ga dat niet promoten, maar we moeten wel oog hebben voor het belang van de rechten voortvloeiend uit bestemmingsplannen van onze ondernemers. En als die ondernemers weggaan, dan gaat er veel meer weg. En de agrarische ondernemers met name kunnen een hele goede taak vervullen op het gebied van natuurbeheer. Maar ook als het gaat om toerisme en de verbreding van de landbouw. Maar neem een dorpje als Driebruggen. In de ogen van velen misschien een nietig vlek. Maar er zitten wel bedrijven met ongeveer 550 arbeidsplaatsen. Dat is iets waar we oog voor moeten hebben. Maar gaan die dan weg, dan gaan de mensen er ook weg. Ja. Dank u wel. Uw collega, meneer De Groot. Wat denkt u? Ja, ik denk dat het openhouden van het groene hart zonder meer keuzes vraagt op termijn. Het is alleen de vraag of dat op dit moment het geval is. We hebben nog redelijk veel terreinen open liggen die we op dit moment nog hebben te bestemmen. Dus binnen de huidige contouren hebben we op dit moment, denk ik, heel veel werk te doen. En in die zin worden er geen keuzes gevraagd. Wel zullen wij met elkaar de mening moeten vormen. Wat is het stempel van je gemeente in de omgeving waar je woont en waar je wilt blijven wonen? En daarin kiezen wij voor een goede balans tussen natuur en landbouw en recreatie. En ook de ChristenUnie is geen voorstander van megastallen in het Groene Hart. Zeker niet op Brabantse schaal, om het maar zo te zeggen, waar je die varkenstorens hebt. Dus dat vraagt ook nog eens een keer een heleboel CO2-uitstoot. We hebben in de missie van de gemeente, die we hebben vastgelegd, onder andere gezegd dat wij graag koeien in de wei willen zien. En dat is heel wat als koeien op de stal. Dus ik denk dat dat toch een stukje hoort bij de historie die wij hier met elkaar hebben opgebouwd en die we ook zouden willen behouden. Dat vraagt ten aanzien van de agrarische sector, kun je daar tot in het oneindige toe uitbouwen? Dat denken wij niet. Wel willen wij graag dan de agrarische sector in het ondernemerschap dan zien verbreden, zodat zij ook andere taken erbij kunnen krijgen. En dat betekent onder andere dus natuurbeheer, maar ook in de zin van toerisme. Ja. Ja, maar de vraag was, moeten uitbreidingen van agrarische bedrijven binnen de perken worden gehouden? U zegt in ieder geval, ze moeten nieuwe mogelijkheden zoeken. U zoekt dat in het ondernemerschap. Ja. Dat is ook een visie. Wat vindt u daarvan? Daar ben ik het wel mee eens. Ja. Dat is makkelijk. Ja. Daar zijn we over eens. De boer moet gewoon meer gaan ondernemen. Nou, de boer die heeft het heel zwaar. En als je dus meerdere mogelijkheden krijgt tot ondernemen, dan zal ik ze dat ook aanbevelen. Ja, natuurlijk, dat moet ieder ondernemer doen. Ik denk dat de heer Smits wel één punt vergeet. Vroeger kon je als boer overleven met 50 koeien. Tegenwoordig heb je er eigenlijk al 100 nodig of 150 en die ontwikkeling zal doorgaan. Ja. Vroeger zaten er op de Oud-Bodegraafseweg 30 boerenbedrijven, nu nog 3 of 4. Ja. Dus daar moeten als gemeentelijke overheid wel oog hebben voor die ontwikkeling. Ja. We kunnen niet zo romantisch blijven doen van een klein boerderijtje en dat is allemaal fijn en leuk. Want dan gaan ze straks allemaal weg. En dat wil GroenLinks toch ook niet, denk ik. De boer moet de ruimte hebben. De boer moet de ruimte, als we ze daar willen, dan moeten we ze de ruimte geven om normaal hun bedrijf te doen. Ja, als ze willen, we vragen of u het wilt.
Ik wil dat uiteraard. Dat ik heb dat altijd gewild en ik wil het nu nog. Ja. Wat is er nou mooier dan een boerenbedrijf in dit gebied? Ik denk dat het daar overeen zijn. Ja, die boeren die horen daar. Maar als ze geen ontwikkeling hebben, moet je ze kijken of ze die kan bieden. Dat is het enige wat ik zeg. Ja, nu, ja, ik zeg niet dat ze klein moeten blijven. Wat u ze zegt, mogen voor mij best groeien. Wat u zegt, als er ruimte is, kunnen ze groeien, want er is ruimte. Dus de grote staat erbij en luistert, maar weer vast erover mee. Ja, ik ben heel erg nieuwsgierig naar het aantal meters groen wat de heer Van de Heuvel erbij wil toveren in deze omgeving. Want als je het er wel over het uitbreiden hebt, dan heb je het eigenlijk in de agrarische sector over inbreiden, begrijp ik. Heb het wat antwoord mag u even over nadenken? Ja, dat we zou ik zo geven. Volgende, ja. De volgende stap. En dat betekent dat wij doorgaan met het algemene debat. Grotere boeren, minder bedrijven, dat heb ik begrepen. Bouwen binnen de grenzen. Het zijn spannende keuzes die deze lijsttrekkers gaan maken. We gaan kijken wat de anderen ervan vinden. Ik zie een heleboel vingers. Dus, en ik begin bij meneer Vromen. Ja, dank u wel. Ik vond het een hele interessante discussie die juist gevoerd had, omdat het denk ik van belang is om nou eens even terug te gaan naar waar het echt om gaat. En als het gaat over het landschap waarin wij wonen, het agrarisch landschap, dan staat natuurlijk voorop dat boeren daar gewoon een boterham in moeten kunnen verdienen. Dat moet het uitgangspunt zijn en we moeten dus ook zorgen dat die ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. Het gebied Bodegraven-Reewijk is geen openluchtmuseum. Er zijn altijd ontwikkelingen geweest en die moeten we goed faciliteren binnen het landschap. Uitgangspunt moet zijn dat die boer, die veehouder of die tuinder hier wel zijn boterham kan verdienen. Het gaat inmiddels alleen nog maar over de boer. De stelling was wat algemener, bedrijven in het algemeen. Ja, ook daar. Ook de... Maar misschien, ja. Meneer de Kleine. Ja, naast dat ook de Partij van de Arbeid fractie van mening is dat we de agrarische ondernemer hard nodig hebben om dit prachtige gebied te onderhouden, is het natuurlijk ook zo dat we kleine bedrijven hebben in de kernen. En ik denk dat we daar ook de kracht van de nieuwe gemeente moeten gaan zoeken met elkaar. En het bij elkaar, voor elkaar oplossen. Wat bedoel ik daarmee? Er wordt nu een schets gemaakt om in Waarden een stuk industrieterrein in te richten. En Bodegraven is bezig met een schets op het werklint in Nieuwebrug. En ik zie het juist als kracht van de nieuwe gemeente Bodegraven-Reewijk dat we dan naar een oplossing gaan kijken waarbij je problemen van verschillende kernen op één plek oplost. U zegt centraliseren. Ja, en gebruik maken van de kracht van de nieuwe gemeente. Hè. En het is wel duidelijk dat we buiten het dorp, het wordt altijd gezegd rode contour, ik zeg liever buiten het dorp, platteland, dat we daar heel voorzichtig zijn. Binnen het dorp, binnen de kernen, zijn nog mogelijkheden voldoende om met z'n allen aan de slag te gaan om die gewenste bouwopdrachten die we hebben. Oké, okay, binnen de gemeente, zeg je. Ja, en je ziet ook meneer Vromen. Ja, ik hoop toch dat we in een hele andere gemeente Bodegraven-Reewijk komen wonen dan de heer De Kleine ons schetst. Want wij vinden het wel van belang. We vinden het wel van belang als CDA dat het dorp in onze gemeente ook de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Tot levende gemeenschap. En daar hoort de mogelijkheid van werken bij. Daar hoort ook ruimte om te ondernemen bij. En we gaan niet alles centraliseren. Nee. Dat moet niet gebeuren. Kort. Het is leuk zo het allemaal uitleggen, maar ik ga eerst naar meneer Arends. Ja, ik ben in ieder geval groot voorstander om in ieder geval het plattelandswaarde te behouden zoals we die hebben in onze omgeving. Ik ben groot voorstander in ieder geval de agrarische ook een goede boterham kunnen verdienen. We zien daar ook een ontwikkeling in die wat negatief is. Dus een stapje naar andere activiteiten. Bijvoorbeeld de recreatieve activiteiten die een boer erbij kan nemen. Waar wij geen voorstander van zijn. Want het CDA wel heeft in een verkiezingsprogramma geschreven. Kleinschalige bedrijvigheid. Dat ze dat willen toestaan voor agrariërs. Daar zijn wij heel zorgvuldig mee. We hebben ook bestemmingsplannen. Dat is ook al aangegeven door andere sprekers. Wij vinden dus in ieder geval dat we in ieder geval die landschappelijke waarden moeten bewaren. Bedrijvigheid waar in het algemeen wordt over gezegd, vinden wij dat in ieder geval de bedrijventerreinen die we hebben, die moeten we goed benutten, moeten we beter benutten. En het verleggen van een contour om meer bedrijventerreinen aan te leggen, zijn wij niet beter benutten, wat bedoelt u dan? Pardon? Bedrijvigheid beter benutten, wat bedoelt u dan? Dat heet dan eigenlijk dat je de vierkante meter die de bedrijventerreinen nu bezet houden, dat je die meer gaat benutten. Je kunt daar gewoon meer vierkante meters. Mag ik dat zo uitleggen dat u wil dat er hoger gebouwd gaat worden? Daar is wel op dit moment een discussie bezig met de bedrijven en boekvelden. Nee, ik vroeg uw mening. Ja, wij vinden dat in ieder geval bespreekbaar. Alleen dan moet het dus wel goed passen in de omgeving van het dorp. Laat ik het zo zeggen. Het moet wel een dorpsuitstraling hebben. Kijk. Want wat wij belangrijk vinden is met name bedrijvigheid zoeken die iets anders aanbiedt voor onze jeugd die naar opleiding gaat naar de steden. Die willen graag terugkomen om hier te komen wonen en ook te werken. Maar ze vinden dus niet het werk waar ze voor opgeleid zijn. Dus daar moeten we met name bij de Kamer van Koophandel en bedrijvigheid, de ondernemers, moeten we overleg voeren om te zorgen dat er een goede kwaliteit is voor het werk, voor ook
die jeugdigen. Klinkt heel idealistisch, maar bedrijven... Nou, ik denk misschien... Mag ik? Ja, ik wil u toch bedrijven, even peren, want u moet dat doen. Idealistisch? Ja, sorry, maar u daagt mij uit. Nee, ik daag u niet uit. Ik ging u zeggen dat ik ging een vraag stellen. Volgens mij maken bedrijven zelf uit waar ze zich vestigen. En er is in deze omgeving voldoende ruimte op dit moment voor allerlei bedrijven om zich te vestigen. Je zou kunnen vragen, waarom komen die bedrijven op dit moment dan niet? En ik zie meneer Vrome daarover een mening vormen. Nou, die hebben wij ons ook vooral gevormd. En we hebben de afgelopen week ook een hele interessante avond gehad met ondernemers. Waar we ook hebben maar gesproken... Dat is geen mening. Dat is ja, maar, maar dat is wel een aanloopje naar wat ik u ga vertellen. En die aanloop is dat we daarmee hebben vastgesteld dat Bodegraven-Reewijk als goed vestigingsgebied veronderstelt dat er woningen zijn, dat er goede voorzieningen zijn, dat er ruimte is op de bedrijventerreinen. Nou, dat is er allemaal. Maar we moeten de zaak wel in ontwikkeling brengen. Door woningbouw te stimuleren. En dan juist ook voor de goede doelgroep. Ik denk ook de doelgroepen waar de heer Arends aan refereert. En op die wijze kunnen we van Bodegraven-Reewijk een heel goed vestigingsgebied voor ondernemingen maken. Ik vond overigens dat de heer Arends een beetje karikatuur maakte van de positie van het CDA daar waar het gaat over recreatie. Zeker. Nee. Zeker is een hele belangrijke ontwikkeling die we in dit gebied neer kunnen zetten. Kan ook de economische basis van het gebied aanzienlijk versterken. Maar het wordt natuurlijk geen grootschalige kermisparken die we hier neer gaan zetten. Het moet allemaal heel goed passen in het landschap, heel goed passen in het gebied. Heel duidelijk. Meneer Klein, ik zag u nog... Ja, een beetje terugkoppelend op wat we net gehoord hebben. Ik ben allereerst blij dat ook Beter Bodegraven-Reewijks Belang de ruimte naar boven gaat zoeken. Want dat betekent dat we niet nog meer blokkendozen in de weilanden hoeven te zetten. Dat we ook gebruik kunnen maken van de ruimte naar boven. En wat mij betreft ook de ruimte naar beneden. Nee, wij zijn als Partij van Arbeid hartstikke trots op het bedrijfsleven. En ik vind dat we als gemeente facilitair op moeten treden. Dat doen we gelukkig ook. En met betrekking tot het centraliseren, de angst van de heer Vrome. U begrijpt natuurlijk wel dat ik het daar niet over heb. Ik heb het erover dat we in de nieuwe gemeente keuzes kunnen maken, slimme keuzes kunnen maken. En met betrekking tot de megastal die hier voorbij is gekomen, of kilostal. Wat mij betreft zetten we die ook gewoon op een industrieterrein. Want een moderne varkenstal heeft... Die ruik je niet meer, hè? Die ruik je niet meer en die heeft alles weg van een limonadefabriek, ja. Maar dan met varkens erin. Ik geef nog twee mensen de gelegenheid. Twee mensen, meneer Arends en mevrouw Visser. Ja, ik wil nog even reageren op de opmerking van de heer Vrome. Ik citeer alleen uit het verkiezingsprogramma van het CDA, waarin wij als Beter Bodegraven-Reewijk Belang dan in verschillen. CDA geeft aan dat ze dus kleine bedrijvigheid willen toestaan in het landschappelijk karakter en het landschappelijk gebied. En daar zijn wij geen voorstander van. Dus ik wil dat alleen maar stipuleren. Ik wil er geen karikatuur van maken, wat de heer Vrome aangeeft. Karikatuur is ook best leuk soms. Ja, ja, goed. Mevrouw Visser. Ja, ik wil hier toch even op reageren. Dat heeft ook met die uitbreiding te maken van waar we het net al even over hadden bij Waarder. Je hebt te maken met bedrijven in het buitengebied. Die veroorzaken ontzettend veel verkeersbewegingen door de kern. Als die mensen nou aangeven van wij willen eigenlijk naar een andere plek toe. En dat scheelt dan inderdaad aan die verkeersbewegingen. We willen ook daar bebouwing voor inleveren. En dan willen ze wat kleine units hebben tegen de A12 aan. Als we dat nou al zien als iets wat eigenlijk niet zou kunnen. Dan denk ik dat we ook niet goed bezig zijn. Want in Waarder hebben we ook net allemaal nieuwe scholen. We hebben ook daar de voorzieningen willen we die op peil houden. En die mensen willen graag in hun eigen dorpskern ook een bedrijfsactiviteit blijven uitoefenen. En dan wordt er heel krampachtig daarover gedaan. Terwijl het gewoon helemaal niet over industrie gaat. Maar gewoon nette units. En ze zegt, ja, dan moet het maar komen naar Nieuwebrug. Want dan gaan we toch het werk in doen. Maar de bewoners van Nieuwebrug zeggen ook, nou kijk, natuurlijk kun je daar ook over uitplaatsing denken. Maar je moet het wel allemaal in evenwicht met elkaar brengen. Maar die krampachtigheid denk ik dat het toch iets te ver gaat. Dank u wel. Ik zie heel veel vingers. Maar het leven is soms hard. En het leuke is dat ik uitmaak wanneer het hard is. En dat is nu. We gaan door met de volgende stelling. Wij doen dat weer met het drietal wat wij eerder hebben gezien. Meneer Lenen van de Heuvel, Arie de Groot en Robert Smits. Het debat over normen en waarden is gediend met het stellen van grenzen. Het op grotere schaal inzetten van BOA's en cameratoezicht draagt bij aan het bewaken van die grenzen. De gemeente dient daarbij het voortouw te nemen en de financiële middelen te reserveren. Heren. Netjes om de beurt, hoop ik. Meneer de Groot, ik denk dat dit ook binnen de ChristenUnie best belangrijk is. Wat is uw mening? Wat is het? Normen zijn eigenlijk het verbinden van belangrijke waarden. Ik noem als voorbeeld, als we willen hebben dat iedereen zich aan de maximumsnelheid houdt, dan hebben we het als het verbinden van waarden als van veiligheid en verantwoordelijkheid.
De ChristenUnie gaat uit van de Bijbelse waarde waarin de liefde de hoogste waarde is. Kort gezegd, doen voor de ander wat je voor jezelf ook belangrijk vindt. Niet het recht van de sterkste dus. Daar komen bijvoorbeeld de waarden voor voort als verdraagzaamheid, respect, eerlijkheid, dienstbaarheid en echtheid. De beginletters van het woord vrede. Respect zal naar de mening van de ChristenUnie in de komende jaren het sleutelwoord zijn in een samenleving waarin men meent dat men alles kan zeggen en alles kan doen. Daar hebben onze politieke vertegenwoordigers, en dat zijn wij ook, een voorbeeldrol in. En niet op de wijze zoals wij spreken Wilders dat inhoud geeft, maar ook niet op een wijze zoals straatterreur wordt georganiseerd. Dit geeft naar onze mening aan dat de stelling schromelijk tekortschiet als we dit alleen gaan focussen op handhaving van de overheid. En de overheid het laat zitten in het voorbeeldgedrag op de waarden die mensen zelf kunnen motiveren. Zelfs tegendraads kan werken. We geloven in een jeugdbeleid dat gebaseerd is op het creëren van veilige buurten. Zie hiervoor ons programma. We geloven niet in een politiestaat, maar in een samenleving waar inwoners zelf verantwoordelijkheden kunnen dragen. Dat is helder. Meneer Van de Heuvel. Ja, dankjewel Henry. Normen en waarden is voor de SGP van ouds ook altijd een aangelegen thema. Wij denken dan dat het ook niet om het even is waaraan je die ontleent. Maar aan de andere kant, als we elkaar kunnen vinden op normen en waarden in de praktijk en daar handen en voeten aan kunnen geven, dan is dat van heel erg groot belang. En dan hechten wij daar ook aan. Het belangrijkste en waar het allemaal mee begint, denk ik, is dat de gemeentelijke overheid zelf het goede voorbeeld geeft. En bereid is ook wat dat betreft de daad bij het woord te voegen. Als een gemeente of een rijksoverheid regels stelt, dan moeten we die ook met elkaar nakomen. En als we wetgever zijn, op lokaal niveau of op landelijk niveau, dan helpt het niet, zoals we nu de afgelopen dagen waarnemen, dat er allerlei mensen rondlopen die kennelijk de wet op grote schaal, althans met een zekere regelmaat, overtreden. Dus we moeten naar onszelf ook heel kritisch zijn en het goede voorbeeld proberen te geven. Daar begint het allemaal mee. En het verontrust mij dan als bijvoorbeeld zoals onlangs in de Meijen de bestuursrechter de gemeente op de vingers tikt en zegt: overheid, je hebt regels gesteld, die moet je dan ook handhaven. En als hij dan zelfs ook zegt, ja, omdat je dat niet doet en omdat ik er niet op vertrouw dat je dat gaat doen, ga ik er ook nog eens een boete aan verbinden, dan zijn we dus niet goed bezig. En natuurlijk, als we regels hebben, dan moeten we die ook handhaven, consequent. En daarbij is het goed en nuttig, dat is de afgelopen jaren wel gebleken, als we daarbij camera's inzetten, maar zeker en vooral ook boa's. Niet de meest populaire persoon in het dorp, ik geef het graag toe. Geen baan voor die, denk ik. Maar, waarom niet? Iedereen kan een functie hebben om gewoon in het kader van gezonde sociale controle orde te handhaven. Ja. Maar de boa, die heeft een hele bijzondere eigenschap, want die helpt de geheugenfunctie bij mensen beter te functioneren. Want dan herinneren ze zich ineens dat er aan bord stond, van hier mag je auto niet parkeren. Ik vind het een mooie definitie. Zo is dat, ja. Dus we hebben boa's nodig in het dorp voor de verkeersproblematiek, voor milieuovertredingen, maar ook straks, zeg ik als bodegraver in Reewijk, op het water, om het daar allemaal netjes en goed te houden. Dank u wel. Dank u wel. U hoort het aan die kant. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, wij denken dat de zorg voor de openbare orde en veiligheid primair een taak is van de lokale organisatie. Maar de gemeente kan het niet alleen af. De inzet van meerdere partijen is hiervoor nodig, denken wij. Door samenwerking van bijvoorbeeld wijkbewoners, politie, jongerenwerker, middenstand en actief toezicht op de naleving van regels door een BOA kunnen we denk ik veel meer bereiken. GroenLinks verzet zich tegen eenzijdige nadruk op repressie door bijvoorbeeld een BOA. We willen meer aandacht voor het voorkomen van de ellende. Dus met elkaar om tafel en zeggen waar schort het aan en hoe gaan we het met elkaar oplossen. GroenLinks wil in dat kader dan ook dat het politiebureau van de jongeren, dat het politiebureau en de jongerenwerker van Bodegraven Reewijk behouden blijft. Ook een schone leefomgeving draagt bij aan een veilig gevoel. GroenLinks is tegen maatregelen die indruisen tegen het recht van iedereen om zich vrij te bewegen in de publieke ruimte, zoals ophangen van camera's. Camera's lijken overigens vooralsnog overbodig in een dorp, waar zelfs onze groene dasjes en mutsjes blijven hangen op de beelden afgelopen week.
Daar wil ik mee afsluiten. Kijk, ik begrijp dat u voor het kringgesprek bent. U wilt wat handhaven en u heeft vertrouwen in de mensen zelf als ze maar vanuit zichzelf beginnen. Ik vat het op mijn manier samen. Ik vind dat het daar wel moet beginnen. Ja. Het moet niet alleen afdwingen zijn, want dan bereik je het niet. Nee, wat vindt u van de stelling namen van meneer? Ik denk dat GroenLinks vrij dicht bij de stelling ligt die de ChristenUnie net heeft verwoord. Ik denk het ook. Ja. Eigenlijk zijn jullie vrienden. Wat dat nou, op dit punt. Ja, dit punt, wat meer punten ook wel. Ja. Ik heb daar Bijbelse waarden gehoord en dat hoorde ik u niet zeggen. Nee, dat hebben wij niet gezegd. Ja, waar baseert u zich dan op? Op de GroenLinks-waarde. Ja, ook een soort bijbel. Ja, ook een soort bijbel. Ik ben wel heel erg benieuwd naar die GroenLinks-waarde, moet ik zeggen. Nou, we hebben een heel dik programma, dat kunt u gewoon nalezen op de website. Ik heb liberale waarden kunnen waarnemen. Ik heb christelijke waarden kunnen waarnemen. Staat daar de BOA bij, denkt u? Zit daar een BOA in dat programma van GroenLinks? Zijn ze daarvoor? Ik heb het inderdaad niet gelezen, moet ik zeggen. Maar hij heeft het net wel gezegd. Ja, we zijn de BOA is een prima toevoeging aan het geheel, ja. Maar niet de BOA alleen. Ja. Nee. Maar kijk, ik denk, als je het hebt over dat je ook preventief bezig moet zijn, tuurlijk. En de boel bij elkaar houden is ook in mijn smaak een goed christelijk, of zo je wil, conservatief principe. Maar ik denk dat de mensheid toch wel langzamerhand geleerd zou kunnen hebben dat... Ja, die softe benadering, of dat alleen maar praten, dat niet werkt. Dat we toch een categorie mensen hebben, helaas veel te groot, die gewoon meer nodig hebben dan alleen maar een jongerenwerker die over het bolletje uit, waar gewoon af en toe stevige repressie nodig is. U bent geen voorstander van het kringgesprek, begrijp ik. U zegt gewoon aanpakken die lui. We gaan kijken of anderen uw mening delen dan wel de uwe, of dat we allemaal bij elkaar komen en het vanavond oplossen. Want dat is natuurlijk de vraag, hè. Komen hier ook stadsmariniers of houden we het op BOA's? Dat kan allebei. Stadsmariniers is een mooie term. Wellicht heeft iemand daar een mening op. En ik zie opnieuw meneer De Kleine als eerste zijn vinger opsteken. Stadsmariniers? Natuurlijk niet. De camera's, ja, ik denk dat alle winkels in Bodegraven hebben kan volhangen met camera's. Dus daar komen we ook wel overheen. Ik wil even terug naar die BOA. We hebben een BOA aangenomen in verband met de veiligheid. Dus die laten we de hele dag parkeerborden uitdelen. Daar wordt het lekker veilig van. Dat is natuurlijk niet zo. Ik vind dat we die BOA niet alleen op de Reeuwijkse plassen in moeten zetten. Maar die BOA heeft wat ons betreft ook een functie in het onderwijs. Op de scholen advies geven, lesgeven. Hij kan wat ons betreft ook een functie hebben in het handhaven van milieuregels. Dat vind ik net zo belangrijk als een verkeerd geparkeerde auto. En wat wij als Partij van de Arbeid heel belangrijk vinden is dat er een jongerenwerker in dienst van de gemeente komt. Want elke keer als ik de commissaris van de politie tegenkom en ik stel de vraag, wat vindt u daar nou van, zo'n jongerenwerker? Dan zegt hij altijd tegen me, ja, die hebben we gewoon heel hard nodig. Dus naast dat we natuurlijk moeten handhaven en op moeten treden als het nodig is, wil ik ook preventie. En wat dat betreft hoor ik ook collega's van me fijne dingen zeggen wat dat betreft. Ja, ja? Heel mooi, samen. Maar ik zag ook meneer Vromen zijn hand opsteken. Nou, ik ben in ieder geval heel blij dat het college waar ik deel van mag uitmaken 2 jaar geleden bij de start heeft gezegd, wij gaan gewoon regels die er zijn ook echt handhaven. En dat betekent dus ook, dat hebben we de afgelopen periode ook wel gezien, dat tegen hele complexe situaties die in de loop van jaren gegroeid zijn, dat het moeilijk is om die in één keer op te lossen. En dat is ook denk ik het punt waar de heer Van de Heuvel aan refereerde. Maar er wordt wel gehandhaafd en dat is ook een hele goede ontwikkeling. Dat moet ook gewoon, anders moet je geen regels stellen. Ik wil nog een stapje maken naar de politiepost, waar de heer Smits het over had. Ik ben heel blij om vast te stellen dat die politiepost in Bodegraven is en in Bodegraven blijft. En ik vond het nog interessanter om te vernemen dat er bij die politiepost 11 politieagenten worden opgeleid. En dat het een vaste plek is voor opleiding van agenten. Want het aardige daarvan is dat ik vanmorgen, toen ik over het Raadhuisplein liep, dat ik een briefje kreeg van een politieagent die mij waarschuwde voor tasjesdieven. Nou had ik geen tasje bij, maar het was in ieder geval een hele mooie preventieve actie. Had hij een tasjesdief kunnen oppakken? Het is een hele mooie preventieve actie, omdat hij zichtbaar maakt dat we zelf natuurlijk ook een verantwoordelijkheid hebben. Maar op het moment dat het nodig is, die politie ook daadwerkelijk beschikbaar is. Ja. Mevrouw Visser. Ja, ik wil ook nog even hierop reageren. Kijk, de normen en waarden natuurlijk moet dat bij jezelf beginnen en bij de gezinnen. En ik denk ook dat de scholen daar best nog iets aan kunnen toevoegen. Zoals?
Nou ja, die kunnen daar ook toch in hun hele dagelijks patroon toch de kinderen het nodige bijbrengen op dat beetje gebied. Beetje meer drillen bedoel je? Ja, nou ja, iets meer discipline, dat zou geen kwaad kunnen natuurlijk. Ja. Daarnaast is natuurlijk de veiligheid een heel ander iets bij ons in onze dorpen. We prijzen ons gelukkig dat wij echt heel veilig kunnen wonen hier. Natuurlijk zijn er af en toe wel excessen van tasjesdieven en dergelijke en die tasjesdieven. Maar uiteindelijk het echte veiligheidsaspect wat we natuurlijk in omliggende grotere gemeenten hebben, daar hebben wij gelukkig niet mee te maken. Het is wel zo dat we als VVD zeggen van ja, luister eens, er zijn regels en die heb je als overheid ingesteld. Dan moet je die niet alleen nakomen, maar die moet je ook daadwerkelijk handhaven. Maar u weet ook dat de VVD een voorstander is juist van minder regels. Dan hoorde ik net over de BOA, om die in te zetten, dus op scholen om voorlichting te geven. Maar dat vind ik nou juist een man waar we jaren op gewacht hebben. En we waren zo blij dat die nou in de buitengebieden kon komen en op de plassen bij ons en zo. En die doen zulk uitstekend werk. Dan denk ik niet dat we die daarvoor moeten doen. Daar hebben ze genoeg functionarissen voor bij de politie. Wie gaat er dan op die school waar je heel graag klein het woord neemt? Oh, sorry. Ja, nee, gaat er gewoon. Ik werd een beetje meegenomen in de discussie. Ja, ik had het. Want ik hoor je dezelfde zin, dat onderwijs heel belangrijk is. Ja, en wie is er nou specialist op het gebied van veiligheid? Dat nou, is die BOA. Daar is er bij de politie echt, zijn er genoeg mensen die dat kunnen doen. Inderdaad. Maar niet die BOA, voor. Want die hebben we nou net op straat nodig. Ja, agenten zouden dat graag willen doen, maar die hebben geen tijd. Meneer De Kleine, alsjeblieft. Meneer Arends. Ja, als in ieder geval één instantie die het beste kan vertellen, met name de veiligheid, is de politie zelf. En die doet ook regelmatig bezoek afleggen bij basisscholen, om in ieder geval de jeugd te informeren waar ze zich aan moeten houden. Als we praten over normen en waarden, denk ik dat in eerste instantie ligt bij de ouders, het gezin, om in ieder geval die kinderen, hun eigen kinderen, in ieder geval die normen en waarden op te voeden daarmee. Ja. Maar uiteindelijk komen we in een samenleving terecht waar we regels stellen. En wij vinden dat die regels zijn er niet voor niks. Die moeten nageleefd worden. En wij zeggen dus ook heel duidelijk, afspraak is afspraak. En wij geven dan ook daaraan dat wij bijvoorbeeld met de invoering van die BOA, willen wij daar een effectief middel hebben. Niet alleen over parkeerbeleid, meneer De Kleine, maar we kunnen ook die BOA gebruiken voor een van de grootste ergernissen die de mensen hebben. Dat is de hondenpoep. Misschien kunt u erover lachen, maar het blijft een heel vervelend onderwerp. En wat is nou het probleem? Het is ook dat vies. De mensen in het kader van de normen en waardeproblematiek niet die man of vrouw willen aanspreken die met het hondje lopen en die dat ding daar neerleggen. Ja. Maar dat is gewoon die gêne die we hebben, of dan we zijn bang om dat te doen. Nou, ik denk dat dat in ieder geval een bijdrage levert, die BOA, om dat dan wel te vragen aan die man. Zie jij een hond een drol leggen, dan roep je de BOA erbij. Dat begrijp ik van waarom? Ja. Zie jij die hond een drol leggen, dan roep je de BOA erbij. Ik begrijp het duidelijk. Ik wil naar meneer Van de Heuvel. Ja, als het gaat om de overdracht van normen en waarden, dan begint het natuurlijk in het gezin. Dat werd daar net terecht opgemerkt. Maar scholen zijn ook heel erg belangrijk. Ben ik eens met mevrouw Visser. En een gemeente kan op scholen ook hele mooie dingen doen. Bijvoorbeeld met projecten over pesten of eigenlijk tegenpesten. En dat ook stimuleren. Daarom willen wij ook in het onderwijs investeren. En daar kunnen ze ook wel wat vertellen over die hond en die drol. Ja. Een ander punt. Een paar van mijn collega's zijn erg weg van de jongerenwerker. Nou, als ik u nou eens vertel dat in de afgelopen periode we een jongerenwerker hadden voor 10 uur in de week, die 40.000 euro op jaarbasis kostte. Als je dat gaat vertalen naar een normale werkweek, is dat al 160.000. Dat is boven de balken en de norm, lieve mensen. Van boven de wethouder. Van de balken en die werkte nog 80 uur in de week voor. Maar de jongerenwerker echt niet. Ja. Dus als de collega's dat willen, zou ik zeggen, organiseer het dan een beetje beter. Ja. Meneer De Kleine, want in ons programma staat dat we de jongerenwerker in eigen dienst willen hebben en niet inhuren met een berg overhead van Midden-Holland. Net zoals dat we de BOA als gemeente zelf betalen, betalen we dadelijk ook de jongerenwerker zelf. Hebben we hem 38 uur in dienst voor het minimumloon. Ik denk dat we er wel 3 meer kunnen zetten voor het bedrag wat u noemde. Meneer Vrome. Ik deel helemaal de opvatting van de heer Arends daar waar het gaat over de rol van het gezin. Ik kom toch weer een keer bij die gemeente Bodegraven-Reewijk van de heer De Kleine, waar ik dan niet graag in wil wonen. Waar BOA's of politieagenten kinderen opvoeden op school. Dat vind ik niet de rol die er moet zijn. Ik deel dan toch liever die opvatting van de heer Arends over het gezin dat opvoedt. En school moet met andere zaken bezig zijn. Een mooi voorbeeld is daarvan het Bravo-project, waarbij het ooit nog eens een initiatief geweest van mevrouw De Wilde, wil ik hier toch ook eens neerzetten. Maar een project dat zich heel goed ontwikkeld heeft om kinderen uit ons dorp
kennis te laten maken met elkaar en daarmee verbanden te leggen. En dat is de beste manier, als mensen elkaar kennen, mensen elkaar weten te vinden, om tot een veilig dorp te komen. Ja. Is er nog iemand die iets hierover wil zeggen? Er is veel over gezegd. Het ging over camera's en boa's. Ik heb veel andere dingen geleerd. Vond ik ook heel leerzaam. Dank u wel. We gaan naar de volgende ronde, de laatste ronde. CDA en Beter Bodegraven, Reewijksbelang. Wederom stellen we via een filmpje de twee lijsttrekkers aan u voor. Jaap Arends van Beter Bodegraven, Reewijksbelang en Hans Vrome van het CDA. Mijn naam is Hans Vrome, lijsttrekker voor het CDA in Bodegraven-Reewijk. Politiek gaat voor mij over betrokkenheid en daadkracht. Betrokkenheid bij u, bij wat u beweegt, uw zorgen, uw ambities. Daadkracht om dingen ook echt voor elkaar te krijgen. Dat is de manier waarop ik lokale politiek bedrijf. Dat is de manier waarop ik bestuur als wethouder. Het CDA wil van deze gemeente een gebied maken waar het goed is om te wonen en te werken. Een veilige gemeente. Een gemeente waar ruimte is om te ondernemen. Betrokkenheid en daadkracht. Dames en heren, het komt er nu op aan. Op mij kunt u rekenen. Ik reken op u. Kies CDA op 24 november. Ik ben Jaap Arends, lijsttrekker van de kandidatenlijst nummer 1. En ik ben Wendy Verkleij, fractievoorzitter van Reewijksbelang. En ik sta op nummer 2. Van de samengevoerde kieslijst van de twee lokale partijen, Beter Bodegraven en Reewijksbelang. Wij doen mee met deze verkiezingen onder de slogan Samen op één. Beide lokale partijen werken samen. Samen staan we sterk. Samen moeten we werken aan de toekomst van onze dorpen. Het moet beter, voor uw belang. En dat kunnen wij als lokale partijen, onafhankelijk, pure en eerlijke politiek voeren. Wat willen wij bereiken? 4 punten. Meer veiligheid. Politie moet op straat komen. Lik op stuk beleid handhaven. Geen belastingverhoging en als de gemeente weinig geld heeft, gaan we ombuigen. En u? Betrekken bij de ontwikkeling van de eigen leefomgeving. En als laatste het behoud van de plattelandsgemeente in onze groene omgeving. Ga daarom 24 november naar het stembureau. Stem echt lokaal. Stem puur. Stemlijst 1. Jaap is trots. Ja. Het voorzieningenniveau in de diverse dorpen binnen de nieuwe gemeente staat onder druk door de bezuinigingen. Het is maar de vraag of alle dorpshuizen, bibliotheken en sportlocaties behouden kunnen blijven en of zowel Reewijk als Bodegraven een eigen zwembad zal behouden. Ook de positie van dit mooie Evertshuis is in het geding door de bezuinigingen. De heer Arends, u vertegenwoordigt eigenlijk twee partijen zelfs. Ja. Graag uw reactie op deze eerste stelling. Wij vinden dat we Bodegraven en Reewijk een goed voorzieningsniveau hebben. En dat willen we graag houden. Ook in alle kernen, want dat betekent dat de kern leefbaar is, ook voor de vrijwilligers en de inwoners. En door de komende bezuiniging waar het u over heeft, denken wij dat we die voorzieningen juist moeten behouden, maar efficiënter moeten gebruiken. En niet zozeer dat we moeten denken dat we voorzieningen moeten afstoten. Maar het is niet alleen een rol voor de gemeente, maar we vinden dat ook de rol voor de besturen van de diverse verenigingen en stichtingen. Want wij vinden dat die besturen een actief beleid moeten hebben, kijken naar hun eigen budget, kijken naar hun eigen accommodatie die ze gebruiken en kunnen ze die nog efficiënter gebruiken. En eventueel tot samenwerking overgaan. En wij vinden dat de gemeente daar een faciliterende en ondersteunende rol in moet hebben. Niet dat wij als gemeente het gaan opleggen, nee, dat moet vanuit de verenigingen zelf komen, dat ze het voordeel zien van samenwerking. We hebben het al geconstateerd in een Bodegraven-Reewijk, bijvoorbeeld de hockeyclub is ook al samengegaan. We zien dat ook bij het platform WMO, die zijn ook samengegaan van Reewijk en van Bodegraven. Dus dat kan uiteindelijk leiden, die efficiëntieslag, tot minder verenigingen. Want uiteindelijk moet je kijken van bij de samenwerking, dat je van elkaars talenten kunt gebruiken. Dat betekent dat je misschien als je aan een voetbalvereniging denkt, dat je dat op een hogere klasse kunt gaan voetballen. Dus in dat opzicht heeft dat ook voor de voetbalvereniging zelf ook een uitdaging. Dan komen we op de laatste punt wat u heeft aangegeven over het Evertshuis. Wij vinden dat het Evertshuis een van de kernen is van een
cultureel centrum van Bodegraven en van Reewijk. Wij zouden graag dat willen continueren, want we vinden dat Evertshuis een rol kan hebben, een coördinerende rol voor het cultuurbeleid, cultuur uitdragen, cultuureducatie voor de jeugd en voor anderen binnen Bodegraven Reewijk. Dus in dat opzicht willen wij daar gewoon hard van maken. En dat geldt uiteindelijk ook voor andere dorpshuizen, dat soort dingen. Daar hebben we in geïnvesteerd. We moeten niet 1, 2, 3, omdat nu vandaag donkere wolken aan de hemel komen, denken we dan die dorpshuizen moeten we gaan sluiten. Neem er de tijd voor. Niet meteen sluiten. Daar moeten we in ieder geval de tijd voor nemen om hierover over na te denken. Ja, nee, begrijp ik. We moeten niet in paniek handelen. Nee. Zo is paniek is nooit goed. Meneer Vrome, bent u in paniek? Nee, toch? Nee, ik ben niet in paniek. Ik geloof ook niet dat ik zo heel snel in paniek raak. Ik ben in ieder geval heel blij als we terugkijken op de afgelopen 2 jaar... dat we een aantal stevige stappen hebben gezet om het voorzieningenniveau in Bodegraven en de afgelopen 4 jaar in Reewijk op een goed peil te brengen. Ik vind het wat dat betreft ook enorm fijn. En dat vind ik persoonlijk ook fijn om komende maandag de eerste paal te mogen slaan voor de nieuwe sporthal bij het zwembad. Hebben we toch maar voor elkaar gekregen met elkaar. Er zijn ook hele concrete plannen voor het Evertshuis gepresenteerd. Er is ook al geld beschikbaar. Niet voldoende. Ik ben in ieder geval heel blij van de heer Arends te horen dat hij ook het Evertshuis die plek wil geven en laten houden die het heeft in de Bodegraafse samenleving. Bodegraafse Reewijkse samenleving, hè? Zo is dat. Ik had het over de Bodegraafse samenleving, maar als u mij de gelegenheid geeft om mijn verhaal even af te maken. Sorry. Ik vind het ook heel mooi om te zien, en dan maak ik ook een klein bruggetje naar de heer Arends, om te zien hoe Kustwijk is opgepakt en gerenoveerd, niet alleen door de gemeente, maar ook door de bewoners van Driebrugge. En dat zijn wat mij betreft dus ook hele goede voorbeelden hoe we met elkaar het voorzieningenniveau in stand kunnen houden. En niet iedereen weet waar Kustwijk is, maar dat is Waarder. Dat is in Driebrugge. Driebrugge, vlakbij Waarder, toch? Ik hoor iets al, u leert het gebied ook kennen, dat is hartstikke mooi. In Waarden zijn overigens ook hele mooie voorzieningen. Kijk naar de Maxima locatie, kijk naar de brede school die daar is ontwikkeld. Misschien moeten we daar samen ook eens een keer gaan kijken. Nee, we dat gewoon, gebied gewoon kennen met elkaar. En het is ook van belang om dat voorzieningenniveau voor de dorpen in stand te houden. Dat is heel cruciaal. Ik deel met de heer Arends dat als we daar samen de schouders onder zetten met de bewoners in het gebied, dat het ook kan. En ik maak dan toch even een stapje terug naar het Evertshuis, want de heer Arends gaf aan dat hij dat wilde behouden. Het Evertshuis, U bent al aardig in de discussie. Het culturele hart van Bodegraven Reewijk, zoals dat het ook moet worden. Ik denk dat wij dit gebouw beter kunnen benutten dan we op dit moment doen. Eerder in het debat kwam al voorbij, en de heer Van de Heuvel heeft dat ook geschetst, ik heb dat eerder ook aangegeven, de positie van de bibliotheek, hoe kunnen we die effectiever, efficiënter benutten, als we daar een gemeentelijk loket in kunnen onderbrengen, burgerzaken, het WMO-loket, misschien wil de woningcorporatie daar nog een plek in krijgen. Op die manier kunnen we heel efficiënt de ruimte die we hebben gebruiken. Het hoeft niet meer te kosten en dan kunnen we toch ervoor zorgen dat het voorzieningenniveau in onze beide gemeenten wat nu goed is. En wat vooral ook zo moet blijven. Nog één reactie op het punt van de verenigingen waar de heer Arends het over had. Voor het CDA is het heel cruciaal dat verenigingen verenigingen zijn. En dat mensen die elkaar in verenigingsverband ontmoeten, dat vooral ook moeten blijven doen. En wij zijn er als CDA niet op uit om dat te laten fuseren en bij elkaar te brengen. Als verenigingen, als mensen dat zelf willen, dat is uitstekend. Maar het gaat juist om die kracht die mensen met elkaar vinden in zo'n verenigingsverband. En daar moeten wij gewoon vanaf blijven. Daar hebben wij als gemeente niks mee te maken. Nou, daar ben ik het dan niet. Daar ben ik dan niet helemaal eens met meneer Vromer. Ik denk wel dat als wij als gemeente subsidie verlenen, dat we daar ook over kunnen praten wat gaan ze met het geld doen van de gemeenschap. Dus in dat opzicht mogen wij daar wel degelijk een discussie over voeren. Uiteindelijk betalen we ook jaarlijks, bijvoorbeeld aan de buitensport, een groot bedrag. Wat voor bedrag? Dat is meer dan een ton. Dat is veel. Meer dan een groot bedrag. Daar hebben ze ook goed besteed. Dus op zich helemaal geen probleem mee. Maar ik denk wel dat we in gesprek kunnen gaan. En we mogen ook best aangeven dat de gemeente, met name de financiële middelen, toch beperkter gaan worden. En dat betekent niet dat dus die lasten alleen bij de burgers moeten terechtkomen of bij de gemeente, maar bij... In een brede zin ben je de maatschappij waar we deel van uitmaken. Een heel verhaal.
Je kunt voorwaarden stellen, maar laat even duidelijk zijn dat het CDA die voorwaarden niet gaat stellen. Punt. Wij gaan verder met de rest. De heren zijn het soms met elkaar eens en soms niet. Dankjewel, ja. Soms niet. Zo gaat het in een goed debat. Ik heb alleen begrepen dat iets met de bibliotheek gebeurt. Ik heb niet begrepen welke bibliotheek dichtgaat. Ik heb ook niet begrepen welk dorpshuis dichtgaat. En toch wordt er wel over gesproken. Nou, misschien krijgen we daar meer duidelijkheid over. We gaan het in ieder geval vragen. Ik zie, ik geloof het niet, maar meneer Kleine die reageert. Meneer de Kleine. Ja, ik vond het een hartverwarmend verhaal. Wat hier gehouden werd over onze culturele infrastructuur in Bodegraven, Reeuwijk, Waarden, Driebruggen en noem maar op. Wat ik een beetje mis is dat wij als Partij van de Arbeid het ook heel belangrijk vinden dat in de kleine kernen dat je daar kan blijven pinnen. Dat je als het enigszins kan, dat we facilitair optreden voor ondernemers zodat daar ook winkeltjes blijven. En wellicht een klein burgerservicepunt vanuit de gemeente. Dat heb ik eigenlijk een beetje gemist, dus dat wilde ik hier eventjes deponeren. Meneer de Groot. Nou, ik kan me goed aansluiten bij de heer Oscar de Kleine in dit geval, want hij geeft inderdaad terecht aan. Wat zijn dan de voorzieningen straks in de kleine kernen? Concentreren wij de voorzieningen allemaal in de grote kernen of maken we er een mix van? Van waar behouden wij welke voorzieningen? En dat zegt u ook ten aanzien van... Maar u, meneer de Groot, dat vroegen wij eigenlijk aan u. Dat is een mooie vraag, vinden wij ook. Maar u bent daar straks verantwoordelijk voor. Waar gaan wij voorzieningen houden? Gaat er iets dicht? Dat is de vraag. En zo ja, wat gaat er dicht? Als ik de glazen bol had wat waar dicht gaat, dan had ik het u vanavond verteld. Ik denk dat we daar goed met elkaar over moeten spreken. Als we het over de bibliotheek hebben, die vanavond al eerder is gevallen, dan is het voorstel wat hier al een paar keer voorbij is gekomen, van wat kun je nog meer in de bibliotheek onderbrengen als bijvoorbeeld het serviceloket van de gemeente. Dat staat letterlijk in het verkiezingsprogramma van de gemeente. Maar dat is in Bodegraven. Bodegraven is een grote kern en we hebben het vooral over, we hebben meen ik 8 kernen die nu bij onze gemeente gaan horen. En 16 buurtschappen of 14 buurtschappen, dat is net hoe je het bekijkt. Daar gaat het natuurlijk meer om dan Bodegraven. Hoe is het straks in Waarden, in Driebrug, meneer Van de Heuvel? Ja, ik wil er een paar dingen over zeggen. Eerst, we mogen vooral niet onderschatten het belang van de vrijwilligers. Ik vind dat de heer Aders daar iets te lichtvaardig mee omgaat, zeker als het om de verenigingen gaat. Een vereniging of een club geeft bij uitstek een eigen gevoel als je je thuis voelt bij dat clubje. Op het moment dat je daar enige druk op gaat zetten en zegt, ja, jullie moeten toch eigenlijk gaan fuseren, haken mensen af. En zeker in een tijd van bezuinigingen, waar we misschien het regelen van zaken dichter bij de mensen moeten leggen, kunnen we ons dat simpelweg niet permitteren. En daarom zijn ook de dorpshuizen zo belangrijk, zoals Kustwijk bijvoorbeeld. Daar moeten we echt heel zuinig mee omgaan. En ik kan me niet voorstellen dat we gaan overwegen zelfs maar om dat te sluiten. Ik kan me wel voorstellen, als het heel erg slecht zou gaan financieel, dat een zwembad, zoals dat in Reeuwijk, onder druk zou komen te staan. Ik zeg nog even voorzichtig. Maar in het ernstige geval kan ik me daar iets bij voorstellen. Dat houdt u het meest voor mogelijk, begrijp ik. Ja, maar toch, we moeten hier vooral heel erg praktisch mee omgaan. Laat mij een concreet voorbeeld geven. In Waarder zat een ondernemer met een veel te kleine supermarkt. Die zei tegen de gemeente en tegen onze wethouder Van de Smit, ik moet uitbreiden, anders kan ik mijn bedrijf hier niet voorzetten. Essentiële voorziening in die kern. Dat heeft de gemeente in Reeuwijk heel goed opgepakt door mee te denken, vergunningen te verlenen, grond aan te schaffen, naast de winkel parkeerplaatsen aan te leggen. Nou, uitstekend werk, goede zaak. Als we er zo praktisch mee om blijven gaan, dan komt dat echt wel goed met onze dorpen en kernen. Ja, ja, de ondernemer krijgt gewoon de ruimte. Nou, zo hoort het eigenlijk ook, denk ik dan. Maar goed. Ja, maar daar is iedereen blij mee. En dan hoeven ze niet meer naar heinde en verre. Maar andere ondernemers krijgen ook de ruimte. Dat is toch niet meneer, ja, maar de ene ondernemer is natuurlijk de andere niet, hè? En de supermarkt is wel heel essentieel. Ja, ja, ja. Ja, meneer Van de Heuvel die geeft als voorbeeld Waarder. Maar in Driebruggen gaat natuurlijk binnenkort hetzelfde spelen. Dan hebben we dus ook een klein nieuw winkelcentrum krijgen we daar. Ook al om die kern verder te behouden. We hebben daar Kustwijk gelukkig nu eindelijk voor elkaar. Dat daar sinds vorige week weer gesport kan worden in een echte hal. Dus dat is helemaal echt super voor die kern. Daarnaast is het natuurlijk zo dat de vrijwilligers. En die zijn toch eigenlijk de motor voor onze samenleving. En daardoor kan het niet zo zijn dat wij allemaal gaan bepalen. Dus tussen nu en
één of twee jaar, dat een heleboel dingen maar moeten gaan verdwijnen. Dat zal altijd toch ook in samenspraak met de verenigingen en diezelfde vrijwilligers moeten zijn. En er zijn heel wat wensen nog. Er liggen nog wensen bij RwC in Leeuwarddorp. En die wensen ligt al eigenlijk al heel veel jaar. Nou, die hopen we toch ook in te kunnen willigen op vrij korte termijn. Maar we moeten oog houden voor alles. We hebben natuurlijk in Reewijk heel veel voorzieningen sinds een paar jaar helemaal op peil wat sport betreft. Maar we hebben natuurlijk ook het culturele verhaal. En ik hoor net, het Evertshuis zou dan de basis moeten zijn van culturele samenwerking. Nou, de samenwerking sowieso. Maar in Reewijk zijn we gewend met de cultuurweken die we elk jaar hebben, om gewoon die op locatie te doen. Dus in elke kern een cultureel evenement organiseren. En dan niet één keer, maar dan een paar keer. Nou, vorige week was ik hier bij een koor. En dat koor, dat zong echt prachtig. En die de link werd gelijk gelegd met meneer Kraan van de Fort Wierike Schans en met Vivartje uit Reewijk, het andere koor. En toen hebben we gezegd van wat zou het geweldig zijn. We gaan een prachtig midzomernacht concert geven. En dat doen we op Fort Wierike Schans. Dus ja, dat is de eerste samenwerking die we hebben gedaan al. En je ziet het, kan heel snel tot stand komen. Ja. Maar inventiviteit, dat zal het zijn. Het motto van de komende jaren. Is ook in Bodegraven, hè? Dat weet u. Ah, nee, dat maakt niet uit. Maar het gaat om samenwerken. Maar het is dat het in elke kern blijven die evenementen plaatsvinden. Meneer Vrome. Ja, ik proef bij mevrouw Visser dat ze zich wat zorgen maken of de culturele activiteiten die nu in Reewijk brug plaats hebben, of die daar wel plaats zullen blijven vinden. Dat is wat ons betreft volstrekt niet aan de orde. Het gaat er juist om dat in de dorpen die culturele activiteiten blijven, dat die dorpen ook sterke, krachtige lokale gemeenschappen zijn die met elkaar ook die activiteiten onderhouden. Dus als ik proefde bij u die zorg, die wil ik dan in ieder geval wegnemen. Dat is niet het beeld dat het CDA heeft. Het beeld van het CDA is van een gemeente met 8 à 9 dorpen, waar heel veel in die dorpen gebeurt. En dat moeten we ondersteunen. Ja, ik denk, als ik iedereen zo hoort praten, dan denk ik van, is het nu niet goed? Moet het nog beter? En we spreken ook vaak van meer met minder. Maar ik heb het gevoel, en ik kan dat staven, mijn gezin die is dolgelukkig hier, dat we het gewoon goed doen in de dorpen. Zowel in de kernen als in Bodegraven als in Reewijk. GroenLinks pleit er ook voor hetzelfde met minder de komende tijd. Als we dat kunnen handhaven, denk ik dat we heel goed bezig zijn de komende jaren. Dus daar staan wij voor. Meneer De Kleine. Ja, dank u wel. Ja, ik ben ook hier weer erg tevreden over wat ik hoor. Want ik had het idee dat overal de bijl in ging, omdat we een hele dure rondweg aan gingen leggen. Maar het valt mee. Even terug naar die vrijwilliger. Daar wordt gelukkig door al mijn collega's over gesproken. Wij als Partij van de Arbeid vinden dat ook ontzettend belangrijk. En dan niet alleen de vrijwilligers in de sportclubs en de verenigingen, maar ook de mensen die met het milieu betrokken zijn. Of mantelzorgers die voor een familielid of een buurvrouw of buurman zorgen. Wij vinden als gemeente, en dat is eigenlijk een stapje extra dan wat ik hier gehoord heb, dat we ook daar faciliteiten voor moeten bieden. In de vorm van steun, een steunpunt. We hebben in Bodegraven goede ervaringen met erkend talent. Maar ik kan me ook voorstellen dat we proberen opleidingen aan te bieden en dergelijke. Om ervoor te zorgen dat die vrijwilliger ook gewoon kan blijven doen wat hij graag wil. Wat hij of zij graag wil. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe mijn collega's dat zouden vinden als we daar faciliteiten op gaan treden. Ja, dan zou ik graag op willen inspringen. Want bij het debat in Reewijk heeft de fractievoorzitter van Reewijk Belang daar een hele lans voor gebroken. Om te zorgen dat met name die vrijwilligers, die mantelzorgers, ondersteuning moeten krijgen, gefaciliteerd moeten worden. En het voorstel was ook om te kijken, in samenspraak uiteraard, met allerlei belangenbehartigers, om te kijken of we één centrale organisatie kunnen inrichten die al die aspecten gaat begeleiden en coördineren. Oh, prachtig. Nou, ik ben blij dat we eens zijn, meneer De Kleine. Dus in dat opzicht denk ik wel dat... Stem op mij, dan zorg ik ervoor dat het allemaal voor elkaar komt. Kijk. Maar ik geef het natuurlijk wel aan, en dat is toch een reactie van, op de opmerking van de heer Van de Heuvel. De vrijwilligers zijn eigenlijk de drijvende kracht in de leefbaarheid van een kern. Ja. Niet alleen de voorzieningen, maar natuurlijk ook de vrijwilligers. En dat betekent niet dat wij de vrijwilligers onder druk willen zetten, meneer Van de Heuvel. Alleen, wij willen wel zakelijk ook kijken met die besturen, want daar gaat het uiteindelijk om, die ook vrijwilligers zijn, om te kijken van hoe zullen wij nou met onze spaarzame centjes van de gemeente, hoe kunnen we daar nou zo effectief mogelijk omgaan. En dat doen we alleen in beroep doen op het verstand, het gezonde verstand van die mensen, om mee te denken. En ga dus niet zeggen dat we
onder druk gaan zetten. Want het zou een hele verkeerde politiek zijn. Want wij zijn als Beter Bodenhaven Redelijk Belang altijd de voorstander geweest van het deelnemen van de bevolking, van het verenigingsleven, bij het nemen van besluiten. Dus in dat opzicht zou dat heel averechts zijn wat u nou zou stellen, als wij dat zouden doen. Meneer Vrome, sluit af. Vind ik interessant. Ik wil twee opmerkingen maken. Eerste plaats, volgens mij vraagt u om iets wat er al is. Want staat mij betrokken bij dat bij de SJBL vrijwilligerscoördinatie plaats heeft. Ik ben het dan wel met u eens dat dat misschien wat meer body zou kunnen krijgen. Maar er worden hele goede initiatieven genomen op dit moment. En eind van deze maand zal ik ook bij een bijeenkomst daarvan zijn. Dus het is er al. Laat het vooral goed benutten en laat het vooral ook bekendmaken. Het tweede, het punt van de heer Arends. Het gaat er niet alleen om dat vrijwilligers mee beslissen. Maar het gaat er ook om dat vrijwilligers met elkaar en met ons die samenleving dragen. Er moeten dingen gebeuren. En dat is wat heel veel vrijwilligers ook willen. Die willen niet allemaal meepraten, die willen gewoon dingen doen. En daar moeten ze ook de ruimte voor geven. Dank u wel. Nou, ik denk dat de vrijwilligers gewoon lekker door blijven werken en alles in stand houden, want zo gaat dat in dorpen. En blijf vooral dat doen. En deze mensen praten over hoe het moet en nu doen we het. Ik denk dat dat het belangrijkste is. We gaan naar de allerlaatste stelling. Woningbouw is noodzakelijk om vergrijzing van gemeenschappen tegen te gaan. Maar ook moet ruimte worden gevonden voor het groeiende aantal ouderen. Het is onvermijdelijk dat uitbreiding wordt geconcentreerd in de grootste kernen, omdat de huizen anders onbetaalbaar worden voor de lokale bevolking. Meneer Vrome, meneer Arends. Nou, aan u de eer om te beginnen. Dank u wel. Voor een leefbare gemeenschap is ruimte nodig voor mensen om in huizen te wonen. Er moeten dus huizen zijn. En een leefbare gemeenschap, leefbare dorpen, dat zijn ook dorpen waar jonge gezinnen hun plek kunnen vinden. Een betaalbare woning kunnen krijgen en een woning die bij hen past. We moeten dus ook heel goed luisteren naar wat de vraag is van de jongeren. Laten we kijken naar woningen. Ik heb wel eens gehoord 2,5 kamerwoningen waar jonge gezinnen kunnen starten, een kind kunnen krijgen en als het tweede kind komt weer gaan verhuizen. Dan moeten we wel zorgen dat in die dorpen ook ruimte is om inderdaad weer door te verhuizen. En ook daar moeten we zorgen dat er woningen zijn om die leefbaarheid te bevorderen. En die leefbaarheid die kan ook bevorderd worden door goed aandacht te geven aan ouderen die woonachtig zijn in de verschillende dorpen van onze gemeente. We moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ik noemde eerder de SWOB, ik heb met de SWOB wel eens het gesprek gevoerd. Wat is de SWOB? De Stichting Welzijn Ouderen in Bodegraven. Die dus de belangen van ouderen behartigt. Kom uit het gebouw en zorg dat we naar de senioren toe gaan om hen het welzijn te bieden, maar ook hen de zorg te bieden die nodig is. Het gaat over betaalbare woningen. Dat is wel belangrijk om te zorgen dat mensen in betaalbare woningen in een dorp kunnen blijven wonen. Maar vervolgens zien we ook dat die betaalbare woningen in een aantal grote kernen nog niet beschikbaar zijn. Althans, tot vandaag niet beschikbaar waren. Want vandaag heb ik met de stichting, met Mozaïek Wonen, een overeenkomst kunnen sluiten voor de bouw van 60 nieuwe woningen. En als u zegt, doet u de gemeente Bodegraven? En dan heb ik dat namens het college gedaan. Dus bouw van 60 nieuwe woningen en de renovatie van nog 60 nieuwe woningen, waardoor uiteindelijk 120 nieuwe woningen beschikbaar komen. Maar misschien mag ik toch even een reden op die manier werken we aan een heel goed aanbod van betaalbare woningen. Dat gaat om woningen in de grootste kern. De vraag was, kunnen wij betaalbare woningen realiseren in de kleinere kern of moeten we het concentreren in de grotere kern? Hoor ik u niet een zuiver antwoord op geven? Nou, u krijgt van mij een zuiver antwoord. Ik heb ook aangegeven, we moeten ervoor zorgen dat we dat zo lang mogelijk in die kern mogelijk maken. Maar op enig moment kan er een zorgbehoefte ontstaan die in die kern niet meer kan worden opgevangen. Die ook niet meer met mantelzorgers kan worden opgevangen. En dan moeten we ervoor zorgen dat die voorzieningen wel in onze nieuwe gemeente beschikbaar zijn. En daar is die uitbreiding van Rijngaarden een goed voorbeeld van. Daar komen 30 plaatsen voor dementerende ouderen in. En daar is ook de uitbreiding van Vijverhof in Bodegraven een belangrijk element in. Ja, Arends. Ja. Leefbare kernen, daar ben ik er volstrekt mee in dat we moeten proberen. Nee, niet proberen, we moeten zorgen dat ook de jeugd terugkomt nadat ze een opleiding hebben gehad en een woonruimte kunnen vinden in de gemeente. In de gemeente Bodegraven, Reewijk, in de kleine kernen of in de grote kernen.
Wij willen dus daarom ook veel meer aandacht geven dan voorheen. Dan moet ik eerlijk zijn, als gemeenteraad Bodegraven hebben wij toch veel dingen niet goed opgepakt. Maar de starters hebben toch binnen Bodegraven en Reewijk veel meer aandacht nodig. Want uiteindelijk moeten we proberen die mensen te binden. Dat betekent dat die doorstroming veel harder een zet moet krijgen binnen Bodegraven en Reewijk. Want als die doorstroming niet is, dan komen die woningen waar op dit moment ouderen zitten, die eigenlijk meer zorg nodig hebben of aangepaste woningen nodig hebben, komen dus niet van hun stoel. Dus in dat opzicht zijn wij het enige dat er veel meer aandacht moet worden gegeven en een stimulans moet gegeven worden aan het realiseren van een zorgwoning. Dus ik ben ook blij met dit soort initiatieven die uiteindelijk ook leiden totdat de eerste palen de grond in gaan. Dat er ook een woonzorgwelzijncentrum komt in de Vromade, Dronenplein. En in Reewijk. Ik weet wel dat in Reewijk ook daar bij de Mierenakker ook een mooi centrum wordt gemaakt. Alleen ik weet ook dat de betrokken belangenhartigers het liever meer woningen zouden willen hebben. En dan krijg je met name het probleem dat hoe krijg je nou voldoende woningen binnen een gemeenschap die betaalbaar is. En dan ben ik het eens met de stelling dat je die eigenlijk, met name als je praat over grotere projecten of middelgrote projecten, dat je die kwijt moet in de grotere kernen. En dan moet je proberen op maat, voor zover dat mogelijk is, en ik denk dat het ook mogelijk is als je kijkt naar de situatie van waarde, dat je bijvoorbeeld zorgwoningen ook in een kleinere kern kunt realiseren. Alleen dan moet je dus wat inventiviteit en creativiteit neerleggen. Dus in dat opzicht wil ik dus niet pleiten dat alleen in een grotere of een middelgrote kernen projecten komen, maar ook maatgemaakte, toegesneden projecten in een kleinere kernen. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat die mensen die daar wonen, die daar geboren zijn, zo lang mogelijk daar in hun leefomgeving kunnen blijven. Ik begrijp het. Wat ik u beiden niet hoor zeggen is hoe we het betaalbaar kunnen maken. Het grote probleem op de woningmarkt voor starters is dat er geen betaalbare woningen zijn. Dat weten we allemaal. Dat is al heel lang een probleem. Hoe gaat u dat oplossen? Uw plannen begrijp ik. U wil het. Maar hoe doet u het? Niet die opvatting dat het niet mogelijk is. Het kan wel. We kunnen maar het is niet gebeurd. Want we kunnen concreet zeggen hoe het gaat gebeuren? Ja, als u mij mijn zin af laat maken, zal ik u dat vertellen. Ja. Wat we daarin kunnen doen, is dat we erfpacht mogelijk maken bij de bouw van nieuwe woningen. En dan wel woningen op maat, woningen die passen bij de vraag van starters. Dat is een heel goed initiatief wat in Reewijk al plaats heeft. Dat moeten we in die nieuwe gemeente ook vooral zo doorzetten. Laten we ook ruimte bieden aan de vraag van starters zelf. Starters die met elkaar een project willen neerzetten, moeten er ook voor de ruimte krijgen. Dat kan op een hele betaalbare manier. Nu hebben we de neiging om dat een beetje tegen te houden door de regels die we hebben. Dat moeten we anders gaan neerzetten. Dus het kan wel. En ik heb de afgelopen weken ook een voorstel gekregen van een Bodegraafse ondernemer en een Bodegraafse architect. Die zeiden wij kunnen in een bestaand gebouw, het Antonisch College, dat dadelijk vrij zal gaan komen als de nieuwbouw voor het Antonisch College in 2012 wordt opgeleverd. Dus ben ik heel erg trots op dat we dat met elkaar voor elkaar hebben gekregen. Dat op dat moment ook het bestaande Antonisch College kan worden omgevormd tot 21 appartementen voor jongeren. Dat zijn hele concrete, bereikbare en betaalbare oplossingen. Wat is betaalbaar voor u? Wat is een financieel bedrag wat daar geïnvesteerd mag worden? Wat kan een jongere betalen in uw ogen? Ik denk dat we dan toch al heel snel rond de 180.000 euro praten. En wat voor jongeren kunnen dat betalen, denkt u? Ja. Er zijn verschillende groepen jongeren waar we over praten. Er is natuurlijk ook de groep van jongeren waar we geen huisvesting voor beschikbaar hebben, die echt helemaal aan het begin zitten en eigenlijk met elkaar vooral een goede uitgebreide kamer zoeken. Ja, ik vind in ieder geval de prijs erg fors van 180.000 euro. Ik denk dat je als tweeverdiener dat je dat al moeite hebt om dat op te brengen. Dus in dat opzicht denk ik, en dan kijk ik ook even in een eigen verkiezingsprogramma, dat heeft u ook aangegeven, dat je denkt aan een starterscoöperatie. Dat in ieder geval dat ook mogelijk maakt. U heeft het zelf niet genoemd uit uw eigen verkiezingsprogramma. Maar ik noem het in ieder geval. Maar ik vind in ieder geval. Ik heb het collectieve opdrachtgeverschap genoemd. Maar goed. Maar ik vind in ieder geval initiatieven, waar het dan ook vandaan komt, pakken we graag aan om in ieder geval mee te denken. Zijn we met ook met betrekking tot de situatie van Reewijk, dat ze dus starterswoningen creëren in de vorm van een erfpachtconstructie. Dat soort initiatieven moet je van leren. En dan moet je dus ook breder kijken dan alleen in je eigen situatie in Bodegraven of in Reewijk. Want er zijn natuurlijk ook andere initiatieven. Mijn zoon die studeert op dit moment in Amsterdam, dus ik ben regelmatig in Amsterdam. Ik zie daar studentenwoningen. Ik moet dan ook even refereren naar advertentie van de VVD, want dat staat ook in de Bodegraven Nieuwsblad. Er zijn studentenwoningen die dus vrij
goedkoop neergezet kunnen worden, demontabel zijn, maar dat zijn 1 of 2 kamerappartementen. Het enige nadeel geef ik op dit moment wel aan, het past misschien stedenbouwkundig nog niet, want het complex zelf is 5-6 hoog. Maar ik denk dat je in ieder geval wel die creativiteit moet kunnen neerleggen, ook in samenspraak met het bedrijfsleven en met belanghebbenden, om te kijken, want kun je dat een lager complex maken. Ik wil nog even opmerken dat je ook nog een starterslening hebt. Uw laatste opmerking. Ik luister graag naar je, Henri. Begrijp ik. De starterslening is natuurlijk ook hier in Bodegraven ingevoerd om in ieder geval de grootste top van de kosten van de hypotheeklasten, om die dan op een andere manier te financieren aan met name de startende die er op zoekt op de woningmarkt. Wij gaan verder achter de desk leren. Want... huizen van 180.000 euro die betaalbaar zijn, demontabele starterswoningen voor studenten in Bodegraven. Het klinkt fantastisch allemaal. Zou het gaan gebeuren? We zullen het de komende jaren zien, maar wellicht hebben de andere raadsleden er ook nog een visie op en dat gaan we opnieuw horen. Heren, mevrouw De Visser. Ja, meneer Aris die noemt het al, onze advertentie van gisteren. En morgen gaan we dat natuurlijk verder uitgebreid presenteren bij het jongerendebat in de zon. Maar wij hebben begin dit jaar gezegd van iedere keer opnieuw met die verkiezingen komen de jongeren in beeld. En iedere keer zeggen wij, goh, voor die jongeren moeten we toch eigenlijk in onze kern en onze gemeentes houden. Maar er gebeurt vervolgens niets. Dus toen hebben wij gezegd, wij gaan nu de koppen bij elkaar steken en kijken, kunnen wij tot iets komen om die jongens daadwerkelijk iets te bieden, wat ook heel erg betaalbaar is. Daar is dat concept van dat flexibele bouwen uitgekomen, die units inderdaad, waardoor het heel snel neergezet kan worden. Ook als het niet meer van dienst is na een jaar of 20, dan kan de fundering gewoon weer gebruikt worden voor iets anders. Dan is het heel makkelijk demontabel. Het is helemaal niet zo dat dat woontorens zijn van 8 hoog, er is helemaal het woord woontoren niet ingenoemd. Ik bedoel, we kunnen met een gering aantal beginnen om te kijken of er behoefte aan is. Het is in ieder geval zo dat de prijsstelling zo gunstig is dat de jongeren tussen de 300 en 400 euro toch een redelijk appartementje kunnen krijgen. Dus wij denken dat we daar echt iets mee kunnen bereiken. En dat is de eerste kern waar we mee beginnen, is Bodegraven. Misschien hebben we nog mogelijkheden ook in Reewijk, of via misschien inbreilocaties. Maar in Bodegraven is iets wat meer mogelijk dan in Reewijk. Dus daar willen we mee gaan starten. We hopen ook echt dat alle fracties dit gaan ondersteunen, want we willen daar gelijk in het eerste kwartaal mee komen met de concrete dingen. Maar daarnaast moeten we ook natuurlijk de oudere woningen niet vergeten. Wim Bruins, fractievoorzitter van VVD Bodegraven, en ik zijn vorig jaar naar bijeenkomst geweest van de huurdersvereniging hier. En daar hebben wij ook gevraagd, wat is het grootste probleem hier? En dan zeggen die mensen, kijk, wij hebben een huurwoning, maar we zijn ouder en we wonen wel in een gezinswoning. Van ons betreft mag die woning op een andere manier of gewoon gelijkvloers of een appartementvorm of andere woning. We kunnen wel iets meer huur gaan betalen, maar we kunnen niet extreme hoge huren gaan betalen. Dus voor ons moet er ook altijd iets zijn. En ik denk dat we ook heel gedifferentieerd moeten gaan bouwen, zowel op gebied van koopwoningen als huurwoningen, dat we iedereen eigenlijk ook, waar de behoefte aan is, dat we die kunnen voorzien. Dus niet meer zeggen, we gaan van alles maar neerzetten. Nee, gewoon echt vragen richten. Nadenken bedoel ik. Vragen richten, ja. Ja, meneer Smit. Ja. En je moet toch beginnen. Ik denk dat ik eerst meneer Vrome moet feliciteren met zijn plan van vandaag wat gepresenteerd is. Gefeliciteerd, hartstikke mooi. Maar ik moet er toch wel wat bij zeggen. Ik hoor u ook al 2 tot 4 jaar praten over deze zaken. GroenLinks is wezen praten deze week met de SWOB, met de ouderenzorg, met de gehandicaptenplatform, met de jongeren. En daar bleek echt dat de noodzaak hoog is. Dus praten over erfpacht, praten over allerlei middeltjes om de financiën op te voeren. Ik denk dat we daarmee moeten stoppen. Ik denk dat we moeten gaan bouwen. Er zijn 60 woningen gepland bij Rijngaarden. Ja, en dat is veel te weinig. Dat is een druppel op een groeiende plaat. Ja. Zowel in Bodegraven als in Reewijk. Als we een rondweg aan kunnen leggen voor 14 miljoen, dan kunnen we dus sparen. Dan kunnen we daar ook geld voor vrijmaken. Ik denk dat we daar naartoe moeten. Ik ga het rijtje af. U krijgt allemaal de beurt, want dat raakt u allemaal, zie ik. Ja, dat is belangrijk, dankjewel. Ja, ik wil heien. Dat hebben we al eens vaker geroepen. Heien, die machines moeten het dorp in. Eerst even reageren op wat ik hier allemaal gehoord heb. Ik hoor erfpacht. Hartstikke mooi. Maar duw het dan niet in een rondweg. Stop het terug in die woningbouw. Dan kunnen we misschien waarmaken wat we hier met z'n allen zeggen. Dat we betaalbare woningen willen.
Ik hoor, en u heeft mijn steun, mevrouw Visser, gestapelde bouw voor jongeren. 4 jaar geleden werd ik bijna het pand uitgegooid toen ik dat zei, want het was toch wel een belediging om jongeren in containers te laten wonen. Maar u heeft mij aan windows. Het zijn absoluut geen containers. 300, 400 euro. Dat vind ik echt een belediging aan zo'n type woningen. Echt niet. Nee, ik hoef zich niet voor te schamen als ze daar gaan wonen. Ik zei toen ook flexibel bouwen. Ik werd bijna buiten gezet, mevrouw Visser. Maar ik ben blij dat u me steunt. Maar goed, we zijn nu hier. Erfpacht. Betaalbaar bouwen. Ja, we zijn druk bezig. De Noordrand komt eraan. Ik denk dat het dorp in Bodegraaf in beweging komt. We zijn in Waarden bezig. In Reewijk zijn natuurlijk prachtige plannen. Dus wat mij betreft, heien en aan de slag ermee. Maar dan wel doen met het geld uit de erfpacht aan ons, waar het naar mijn beleving voor bedoeld is, terugstoppen in die woningmarkt in betaalbare woningen. Het gaat ook duidelijk. Meneer Vromen. Ik heb behoefte om op 2 punten te reageren. Ik heb wat zwaar ingezet met die 180.000. Dat is eigenlijk meer het bedrag waar we praten over de tweede stap. Dus van de eerste naar de tweede. Maar goed om dat nog even recht te zetten. Maar waar ik heel veel behoefte heb om op te reageren, is op de opmerkingen van de heer Smits. Die hier neerzet dat er te weinig gebeurt. Dat is zonder meer waar. Maar laten we nu eerlijk zijn. Er zijn nu eindelijk voor het eerst na heel veel discussiëren hele concrete stappen gezet. Er zijn hele concrete afspraken gemaakt om appartementen voor senioren neer te zetten in de sociale huur. Dus kom me nou niet vertellen dat we niet veel gedaan hebben. Er is een hele korte periode heel veel gebeurd en er moet veel meer gebeuren. En dat wil ik hier ook neergezet hebben. Dat er meer moet gebeuren, zijn we het volstrekt met elkaar over eens. Volgens mij was dat ook de vraag waarmee begonnen. Meneer Arends. Ja, ik vind het vrij kort door de bocht om te roepen dat de machines maar naar het centrum moeten gaan rijden of in ieder geval moeten gaan bouwen. Ik denk dat je het ook met een gezond verstand moet doen en dat je een schep met geld eroverheen gooit. Dat vind ik allemaal prachtig. Maar ik vind dat we in ieder geval ook zorgvuldig moeten gaan plannen wat we hebben en wat we willen bouwen. Ik weet dat binnen Bodegraven de woningbouwvereniging ook aan het inventariseren is. Haar eigen woningbezit om te labelen. Wat is geschikt voor senioren en wat is geschikt voor starters. Laten we eerst die inventarisatie beginnen van volgend jaar naar voren komt, naar buiten komt, gebruiken. En dan weten we in ieder geval welke woningen we al beschikbaar hebben. Goede woningen voor onze starters. Dat is in ieder geval één. Aan de andere kant zeg ik dat wij ook het bedrijfsleven, het initiatief wat ook kort geleden bekend is gemaakt. We hebben Antoniushoven aan de Willem de Weigerstraat. Als dat nieuwe bouw ontstaat aan de Rijnhoek, dan komt het oude gebouw vrij. Ik heb nu al begrepen dat er twee geïnteresseerde mensen van het ondernemerswereld zijn die daar starterswoningen willen creëren. Ik denk dat het een goed initiatief is dat je er in ieder geval heel serieus naar moet gaan kijken. Dus dat soort momenten moet je ook proberen te plukken. En daarbij wil ik het graag laten. Mag ik nog even? Mevrouw Visser, ja, absoluut. U bent er nu. Meneer De Kleine, die heeft nu bij elk onderwerp wat we vanavond hebben gehad, rondweg genoemd. Ik zou hem nu echt eens uit willen dagen om eens een weekje aan die raadhuisweg te gaan wonen. Er is nog een huurhuis te huur. Als u daar nou eens een week in kruipt en dan, ik weet dat u een baan heeft langs de weg, dat u heel vroeg 's morgens vaak ook weg moet. Nou, voor 5 uur kunt u nog wel slapen, maar daarna dus niet meer, want dan wordt u al wakker gemaakt. Kom dat nou echt eens ervaren wat dat betekent als er zoveel auto's per etmaal langs de deur gaan. Echt. Ja, mevrouw Visser, ik heb het ook niet. Nee, meneer De Kleine, meneer De Groot is aan de beurt. Ja, dank u wel. Wat de heer Oscar De Kleine is overkomen, is mij een jaar geleden overkomen door de wethouder van de Partij van de Arbeid. Namelijk toen ik voorstelde om jongerenwoningen tijdelijk op weideveld te zetten. Inderdaad, in de vorm van, noem het containerwoningen. En toen zei de betreffende wethouder, er komt een dikke nota aan en u zult bijna van overtuigd raken dat het niet nodig is. En helaas is dat gezien de initiatieven die vanavond hier voor liggen, dat is heel goed. Denk ik dat we daar in ieder geval met elkaar een start mee kunnen maken. Waar ik wel aandacht voor vraag, is de prioriteiten die we daarin instellen. Dus dat we enerzijds starters hebben, maar dat we anderzijds de senioren hebben. En als wij met elkaar, we hebben een stap gemaakt, ben ik met de heer Vromen eens, nu met Rijngaarde. Hij erkent ook dat het weinig is, maar laten we heel goed kijken waar wij seniorenwoningen bouwen. En dat inclusief het feit dat als ouderen een verschillende zorgbehoefte kennen, dat zij in dat huis ook gezamenlijk kunnen blijven wonen. Want dat vinden we toch wel heel erg belangrijk. En in die zin vraag ik daar aandacht voor. Meneer Van den Heuvel. Ja,
Altijd mooi om een slotwoord te spreken. Leuk, hè? De stelling ging volgens mij over de vergrijzing tegengaan. Nou komt dat voor sommigen van ons al wat te laat, maar we noemen geen namen, meneer Aris. Woningbouw zou daarbij moeten helpen. Nou, het helpt in ieder geval beter, zeg ik tegen mijn collega van GroenLinks, aan het uitdelen van condooms. Maar goed, even serieus. Doet men dat met uw partij? Nee, toch? Ik heb eerder dit jaar, samen met mijn collega Paschier van het CDA, een extra commissievergadering mogen organiseren, waar het ging over het op elkaar afstemmen van de vraag en de behoefte en het programma van woningbouw. Daar kwamen een aantal dingen uit. Heel nadrukkelijk ook de erfpachtsconstructies, die met veel succes door het college en Henk van der Smit, onze wethouderskandidaat, in Reewijk zijn toegepast. Die er nu ook al staan in bijvoorbeeld Driebrugge. Dus zeg ik tegen de andere heren, dat is tastbaar, dat is al gebeurd. En dat kunnen we heel goed kopiëren, dat concept, en de dame natuurlijk. Maar die is het wel met mij eens. Kunnen we heel goed overzetten naar Bodegraven. Maar het gaat ook om de balans in onze woningbouwprojecten. Wij waren van plan te gaan bouwen voor woningen waar geen behoefte aan was. Als we dat programma herschikken en bijvoorbeeld meer vrije kavels gaan doen, daar is vraag naar, kunnen we geld aan verdienen, kunnen we ook meer woningen bouwen voor starters waar wel behoefte aan is. Of waar ook heel veel behoefte aan is, met name bij onze ouderen, middeldure huur. Daar zullen we, met name voor die ouderen, zullen we ons nog enorm moeten inzetten om het programma wat we hebben toegezegd te realiseren. En dat kan dus zowel in de grootste kernen, daar de grote bulk, maar ook in de kleine kernen zoals, ik noem maar weer, Driebrugge. Dank u wel. Dank u wel. Ik zie dat sommige mensen nog wat willen zeggen, maar het leven is hard. En dat betekent dat we toch aan het einde zijn gekomen hiervan. Het leuke is, u heeft de komende 4 jaar de tijd om dat met elkaar lekker door te praten. Ik neem althans aan dat u allemaal gekozen gaat worden. Sommigen van u zullen wethouder worden. En die hebben het nog weer moeilijker of makkelijker, net hoe je het wil zien. In ieder geval, de keuzes gaat u de komende jaren maken. We zijn aan het einde gekomen. Dit was het grote lijsttrekkersdebat 2010 vanuit de mooiste theaterzaal van Bodegraven Reewijk, het Evertshuis. Alle deelnemers, nogmaals, hartelijk bedankt voor uw bijdrage en uw inzet. Nu is het woord aan de kiezers. Woensdag de 24e mogen we allemaal naar de stembus. En dan kiezen we onze nieuwe gemeenteraad. 23 raadsleden zullen de komende jaren met het nieuwe college van BNW waken over het wel en wee van Bodegraven en Reewijk en alle andere dorpen en kernen die tot de gemeente behoren. Ik weet zeker dat TV Bodegraven, u kunt ze niet zien, die mensen achter de camera's, het hartstikke leuk vonden om deze uitzending te maken. Ik vond het leuk om dit samen met de redactie voor te bereiden en om hier vanavond te zijn. Bedankt voor het kijken en allemaal tot ziens. Dank u wel. Bedankt. Altijd tekort, hè. Dank u wel. Dank u wel. Oh ja, sorry. Dank u wel.